Ik ben Tracy Metz en dit is Stadsleven. Welkom bij onze nieuwe editie vanavond over het thema After Dark. Zoals jullie ongetwijfeld zelf gemerkt hebben, hebben we last van een tramstoring. Dus we hebben de balie gevraagd mensen toch nog toe te laten na aanvang. Dus dat betekent dat mensen alsnog zullen binnenkomen, want we zijn uitverkocht. Maar ze moeten alleen nog arriveren. Wat is Stadsleven? Stadsleven is een live talkshow, zoals nu hier vanavond, en een digitaal magazine. Elke maand en door de maand heen met bijna elke dag nieuwe blogs, verhalen, filmpjes. Alles wat met het thema van de maand te maken heeft. Dat doe ik samen met mijn collega programmamaker Sanne van der Beek. Aan wie ik heel veel te danken heb. Sanne? Dat doe ik ook samen met onze vrijwilliger Tessa Dikker. Tessa. En ik wil jullie ook voorstellen aan onze nieuwe stagiaire Max Niekes. Max? Ja. Het is teamwork, want er komt veel bij kijken. Dat doen we met plezier. Ook met onze partners. Dat zijn natuurlijk de Bali, het Parool, AI Film Instituut en de Groene Amsterdammer. Deze maand is het thema After Dark, de stad, 's nachts. Wat gebeurt er in het donker in de stad? Nou, werkelijk van alles. Er wordt gechilpt, de kogels fluiten je om de oren. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben. Het is een heel divers beeld van wat in de nacht gebeurt deze week. Dit is alweer de 22e editie van Stadsleven. Dit is inmiddels het derde jaar. En als het goed is, achter mij kunnen jullie de thema's voorbij zien komen die we al hebben behandeld. En aan het einde de thema's die we nog gaan behandelen. Ik zeg alvast, de volgende editie is op 28 april, op een dinsdag, omdat maandag Koningsdag is. Op een dinsdag hier, 28 april, met als thema Show Me the Money. Wie heeft meteen een beeld voor ogen? Uit de film? Geweldig, hè? En ik ben ook benieuwd, wie herkende de stad in de inloopfilm? Yes! Rens, je hebt een gastenkaartje voor volgende keer gewonnen. Hoe weet je dat? Omdat je er geweest bent? Ja, omdat we vlakbij namaak Eiffeltoren Dat is wel een beetje een giveaway, hè, die namaak Eiffeltoren. Ja, maar verder vond ik het... Nou, ik zal het je volgende keer nog moeilijker maken. Ja. We hebben onze maandelijkse nieuwsbrief op de website. Die wordt iedereen toegestuurd. En als je graag op de hoogte wilt blijven van wat we doen en wanneer we dat doen, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Tessa zal de formulieren rondbrengen, zodat iedereen zich kan inschrijven. En dan staat hier nog veel vrolijks te wachten. Ik wil tenslotte mijn inleiding afsluiten met de opmerking dat je dit ook per livestream kunt volgen, dankzij de Bali. Dat kun je ook later aan je vrienden sturen en zeggen, god, dit is leuk, joh, je moet ook komen. Doe dat vooral. Dan wil ik graag beginnen met onze eerste gast van vanavond. En dat is Paul Vught, misdaadverslaggever van het Parool. Tessa, kun je me een notitieboekje aangeven? Verslaggever zonder notitieboekje. Zo, Paul, je komt net uit de rechtbank. Ja, waar ben je geweest? Een belangrijke zaak. Ja. Vandaag was het requisitoor, dus wanneer de officier van justitie zijn visie op een zaak gaat geven over de zaak Staatsliedenbuurt. En dat is de zaak rond 29 december 2012 zijn in de Staatsliedenbuurt twee jongens doodgeschoten met heel veel geweld. Eén jongen die ze eigenlijk wilden hebben is kunnen vluchten. En op de vlucht hebben enkele van de schutters ook nog twee motoragenten van heel dichtbij beschoten met Kalashnikovs, met hun Kalashnikov. Echt een oorlogswapen. En in die avond in de Staatsliedenbuurt was het ontzettend schrikken voor vooral ook de mensen die daar wonen. Omdat de kogels floten echt alle kanten uit. En als je een Kalashnikov hanteert en je weet helemaal niet hoe dat werkt, en dat was waarschijnlijk toch wel het geval, dan... Een beetje knullig, hè? Dat is misschien wel
een van de kenmerken van de huidige generatie jonge criminelen, dat ze vaak weinig professioneel, weinig getraind. Kijk, niet dat ik hier een pleidooi zou willen houden voor de professionele hitman en voor trainingskampen. Maar, moet niet veel gekker worden. Een bijeffect is dat duidelijk veel van de schutters die nu in de stad betrokken zijn bij liquidaties, zijn duidelijk helemaal niet bedreven in dat schieten. En dan gaan nog meer kogels door gevels, door bij mensen die gewoon televisie zitten te kijken. Door de woonkamer, door een kinderkamer. In deze zaak is er door een kinderkamer heen geschoten. Dus dat is een behoorlijk geruchtmakende zaak geweest. En vandaag is 2 maal levenslang geëist tegen twee verdachten. Jonge jongens, eentje is 27, de andere 34. Dus dan is levenslang behoorlijk lang als dat opgelegd zou worden. Is levenslang ook echt levenslang? Ja, in Nederland wel. Je kunt gratie krijgen, maar dat komt niet zo vaak voor. Maar in principe, anders dan veel mensen denken, is levenslang inderdaad gewoon tot je doodgaat. We hebben een sfeerbeeld van die liquidaties, ook die motoren. Die Range Rover die beschoten is toen in de Staatsliedenbuurt. Dat is een soort icoon geworden van die nieuwe golf van niets onziend geweld, maar eigenlijk ook weer heel onbesuisd gedrag. Dat is het dubbele aan het hele fenomeen. Kijk, er is nu een reeks liquidaties gaande sinds 2012, waar min of meer dezelfde dadergroep bij betrokken is geraakt. Een groep criminelen is uit elkaar gevallen. In het begin was het nog zo dat twee kampen tegenover elkaar stonden en die elkaar gewapende hand bestreden. Inmiddels is het veel ingewikkelder geworden. Er zijn mensen die hebben dubbelspel gespeeld, zijn overgelopen en de kampjes zijn nog meer gefragmenteerd. Dus... Hey Paul, maar dubbelspel is toch de wereld van de misdaad eigen? Of... Dat klopt, maar het klassieke, het begint vaak met dat er twee kampen tegenover elkaar staan. En dat gewoon groep A, groep B probeert aan te vallen en andersom. Nou ja, dan zie je gaandeweg inderdaad is dat de criminelen eigen, dat ze overlopen. Soms kan het zijn dat groep A weet dat een lid van groep B iets heeft gedaan en dat ze die benaderen. Als je niet iets voor ons doet, schieten we je dood. Nou, en dan gaat diegene weer iets voor hun groep doen. En zo, daar zijn verschillende voorbeelden van. Er zijn inmiddels een paar jonge criminelen gedood die door de recherche in elk geval tot beide kampen gerekend zijn op enig moment. De overlopers. Er heeft ook eentje zelfmoord gepleegd die zich had voorgedaan als vriend van de een die geholpen heeft die zogenaamde vrienden eentje te laten liquideren. En dat is uitgekomen. En toen zat hij in de gevangenis, heeft hij zichzelf verhangen. En de aanname is dat hij dat heeft gedaan, dat hij doodsbang was dat hij anders zou worden vermoord. Damned if you do, damned if you don't. Ja. Je hebt daarover een buitengewoon interessant boek geschreven, doorgeschoten, van uitgeverij Kring. Dat boek kwam uit op de dag dat een van de zware criminelen in Amsterdam vermoord werd, geliquideerd. Ja, dat was bizar. Gwyneth en Marta heette niet. Gwyneth en Marta is in kringen van de mensen die dat interessant vinden een bekende naam. En aan het eind van het boek speelt hij een belangrijke rol. En ook in dat ik voorspel dat er een bepaald conflict voorlopig nog wel heb jij dat geregeld gaan. Dat zo zou ik heb, gaan? Ik ontken elke betrokkenheid. Goeie PR-truc, joh. De grap is ook die dag al vaak gemaakt. Maar we hebben 's middags een borrel gedronken op het verschijnen van het boek. En er waren allemaal onder andere 3 van zijn advocaten aanwezig. En we hebben ons laatste glas nog niet leeg. Of hij wordt vermoord in Amstelveen. En dus zat ik ineens in de taxi naar Amstelveen. Naar de politielinten en de bekende beelden van mannen in witte pakken. En gelukkig was ik nog niet zo teut dat ik niet kon functioneren. Maar het was een gekke avond. Ja, zeker. Wat is er nou anders aan deze generatie dan aan al hun voorgangers? Eigenlijk een combinatie van factoren. Kijk, het was altijd wel zo dat ook grof geweld werd gebruikt. Ook de Willem Holleders en althans de huurmoordenaars die vermeend volgens in zijn opdracht die hebben gedaan, gebruikten wel veel geweld. Je ziet nu dat de beschikbaarheid van jongens, gewoon Amsterdamse jongens, veelal van Marokkaanse origine, maar lang niet allemaal, die bereid zijn om een liquidatie te plegen, die beschikbaarheid is enorm. Er zijn echt, de recherche probeert natuurlijk een beetje in de kaart te brengen, in elk geval tientallen, misschien meer, jongeren die daar misschien zich voor lenen. De beschikbaarheid van Kalashnikovs bijvoorbeeld is groot. En het impulsieve, wat deze jongens tekent, en dat is wel nieuw, is dat ze de ene dag een overval plegen op een juwelier,
de volgende dag een liquidatie. En daarna weer een domme inbraak of zo. Dus het is niet, het zijn geen professionele hitmen of zo. In de jaren 90 werd er wel van uitgegaan dat huurmoordenaars werden ingevlogen vanuit bijvoorbeeld de Balkan. En dat ze dan alweer weg waren voordat de recherche op de plek van het delict was. Ik herinner me nog dat we allemaal bang waren voor de Joegos en de zware misdaad. Dat was jaren 90 met name, nog wel iets na de millenniumwisseling. Los van de vraag, heel veel van die zaken zijn niet opgelost, dus we weten het gewoon niet zeker. Maar dat was toen het beeld. Nu is het beeld, het zijn jongens van om de hoek. Jongens uit Bos en Lommer, dieper in West, wat uit Oost, wat Zuidoost. En je ziet dat ze veelal enerzijds over professionele middelen kunnen beschikken. Dus een vluchtauto die gestolen is waarmee je 250 km per uur kunt rijden. Die genoemde Kalashnikovs. Enigerlei organisatie. Maar anderzijds zijn ze buitengewoon onprofessioneel. Bijvoorbeeld doordat ze helemaal niet weten hoe ze zo'n Kalashnikov goed moeten hanteren. Dat ze domme fouten maken, vergeten hun vluchtauto in brand te steken. Die jongens tegen wie nu levenslang is geëist vandaag. Die hebben de vluchtauto laten staan. Eentje heeft waarschijnlijk nog zijn telefoon aangehad op de plek waar die vluchtauto is achtergelaten. Waardoor je dan de recherche kan uiteindelijk via telefoongegevens locatie bepalen waar je telefoon was. Nou ja, dat is dan een bewijsmiddel. Dus dat is alweer heel erg onprofessioneel, wil ik zeggen. En ja, het zijn kereltjes, twintigers. Er zijn al jongens nu doodgeschoten die 21 zijn, 28, nog een jongen van 21... Een van degenen die levenslang geëist heeft gekregen is vandaag 27. Jongens, Youssef Oukouf en Saïd El Yazidi, ja. Die zijn omgekomen. Degene die eigenlijk geliquideerd moest worden in de staatselijke buurt is ontsnapt. Ja. Maar deze zijn om het leven gekomen. Zij waren ook heel jong. Ja, het cynische is dat zij... ze waren niet van onbesmet, hoor. Dat waren ook wel criminele jongens. Maar Het eigenlijke doelwit van die liquidatie was Benhoef A, zullen we hem hier noemen. En die is kunnen ontkomen. Er kwam een Audi met zwaar gewapende mannen keihard aanrijden in de staatsliedenbuurt. Hij stond op straat, hij was met een ander. Het was klaarlichte dag, was het niet? Nee, het was s'avonds. Ja. Want anders zou het ook niet in after dark passen. Het is half elf. Ja, ik werd ineens anders thuis. Avond. Maar hij kon wegrennen en de jongens zijn uitgestapt en schiet het achter hem aangegaan. En nog een tweede groepje daders ook. Maar hij heeft de mazzel gehad dat hij tussen woonboten in het water heeft kunnen springen. Toen zijn de jongens terug in hun Audi gegaan en door een straat hebben geprobeerd om te rijden om hem kennelijk alsnog in te halen. En daar kwamen ze de twee metgezellen van die jongen tegen. En eentje is in die straat daar meteen al geliquideerd. In de Van Bossenstraat, dat in de straat in de buurt. En een ander heeft nog de auto die Range Rover bereikt, die we ergens nog gaan zien. En heeft nog geprobeerd te vluchten, is klem gereden door die met die Audi weer, is hij weer eruit gesprongen, weggerend. En toen hebben ze hem alsnog echt geëxecuteerd. Die jongen heeft 16, 17 kogels, waaronder genadeschotten door zijn hoofd. Het is afschuwelijk geweld dat geweest die avond. Ben je zelf ooit wel eens bedreigd? Ja, ik word wel eens bedreigd, maar het is nooit verder gegaan dan dat. Ben je wel eens ondergedoken? Nee. Nee, gelukkig hoe weet je wanneer een bedreiging zo serieus is dat je misschien toch zou moeten onderduiken? Ja, dat is natuurlijk vingerspitsen gevoel, denk ik. Maar kijk, ik wil er niet luchtig over doen, want het is heel vervelend als je bedreigd wordt. Maar anderzijds beheerst het bepaald mijn leven niet. En ik ben ook vanavond weer op de fiets. En als de jongens willen weten, als ze me zoeken, dan weten ze me wel te vinden ook. Gelukkig is het in Nederland tot nu toe niet voorgekomen dat de journalist is iets aangedaan. En als iemand ook maar heel eventjes nadenkt, dan weet hij dat hij er niet aan moet beginnen. Want als ze mij pakken, dan komt er echt wel een recherche team van tientallen. Daar heb jij dan niet zoveel meer aan. Dat klopt. Maar ik hoop dat de weldenkendere criminelen beseffen dat het heel slecht is voor hun carrière om zo'n stomme misstap te begaan. Wat heet een carrière? Ja. Er was een artikel vorige week in NRC, maar ik geloof ook in andere kranten, van een man die lid werd van de financiële recherche. Ja, ook in Parool, Michiel Prinsen. Precies. Omdat hij dacht, nou, dit is de crème de la crème. Ja. Maar hij kwam eigenlijk in de publiciteit vertellen dat de recherche volstrekt niet tegen zijn taak is opgewassen. Hij was van de financiële recherche. Geldt dat ook voor de recherche die de zware misdaad in Amsterdam moet bestrijden? Ten dele, ja. Er zijn veel factoren waarmee de recherche het zichzelf erg moeilijk maakt.
En dat gaat van log organiseren, altijd maar reorganiseren, in zichzelf gekeerd zijn, erg bezig zijn met hun met roosters en plaatsen en slap leiding geven, waardoor de mindere rechercheurs ook gewoon in de weg lopen voor de betere rechercheurs. En deze jongen heeft het opgeschreven. Hij was journalist, is 10 jaar bij de recherche in Amsterdam geweest, is daar ontgoocheld, zoals hij het zelf noemt, weggegaan en is nu weer in elk geval heeft hij zich journalistiek gedragen door een boek te schrijven. En hij is voor het eerst, schrijft hij zwart op wit in een boek op, wat ik heel vaak hoor van goede rechercheurs, dat ze zoveel last hebben van hun eigen organisatie. En dat zal in alle bedrijven en in alle geledingen zal dat wel voorkomen, maar in de recherche hoor je het echt heel vaak. En deze jongen heeft het over de wet van 20%. Hij zegt, als in de krant staat dat er 60 rechercheurs op hun zaak worden gezet, dan denk ik aan mijn wet van 20%. Want 20% is vrij, 20% is op cursus, 20% is leidinggevend, 20% heeft een papadag en de andere 20% moet de zaken oplossen. Ja. Nou ja, dat zal in meer bedrijven zo werken. Maar, en bij de recherche, nu zijn ze weer van alle 26 korpsen één nationale politie aan het maken. Dus nou ja, ontzettend hiërarchisch. En alleen de knipmessen blijven over. Mensen die wel eens tegenspreken en zo, die zijn impopulair. En ik voorspel je straks, als die hele operatie klaar is en we zijn 15 jaar verder, dan gaan ze weer beginnen aan het decentraliseren. En zo houden ze zichzelf altijd wel bezig. En dat klinkt cynisch, maar dat is gewoon, dat is wel pijnlijk om te zien soms. Kijk, die criminelen die reorganiseren me af en toe en dat gaat met grof geweld. Heel doeltreffend. Maar de meesten proberen toch vooral zichzelf het leven makkelijk te maken. En de politie probeert zichzelf het leven heel moeilijk te maken. En daar zie je pijnlijke voorbeelden van. Ik moet wel erbij zeggen, er zijn ook heel veel goede rechercheurs die met hart en ziel aan zaken werken. En dat zijn degenen waardoor zaken soms worden opgelost. Dat maakt wel uit. Je vertelde ook dat de recherche in het nadeel is, omdat er heel weinig Marokkanen bij de recherche zitten, waardoor ze vaak niet verstaan wat er wordt gezegd en ook niet begrijpen wat er gebeurt. Is een probleem dat ik zit nu 17 jaar bij het parool, waarvan ik een jaar of 15 denk ik veel met de zwaardere misdaad bezig ben. En toen ik kwam was dat al. Onder Marokkanen, als we even mogen generaliseren, want anders is het onduidelijk, maar is politiewerk over het algemeen niet zo populair. De politieman staat lager aangeschreven dan de vuilnisman. En die staat niet zo hoog aangeschreven. De politieman staat lager aangeschreven dan de vuilnisman? In verschillende regionen, zeker in sommige delen van West. De politieorganisatie is een witte mannenbolwerk. Vrouwen gaat steeds beter, maar allochtonen gaat nog steeds slechter. Je ziet, als er al allochtonen instromen, dat er heel veel weer uitstromen. En dat geldt zeker ook voor de recherche. En dan heb je gewoon keihard het probleem. Kijk, dat witte mannenbolwerk kon de Holleders en de Dino Sorels en de Stanley Hillis en zo, die namen klinken iets exotisch, maar dat waren redelijk Nederlandse opererende mannen. Sam Klepper, Jan Vemer, allemaal vast of geliquideerd hoor inmiddels. Maar die bolwerk, de Hollandse netwerk, heet dat niet voor niks. Dat was natuurlijk voor die Nederlandse rechercheurs wat makkelijker. En deze Marokkaanse jongens veelal, vaak begrijpen ze helemaal de taal niet die over de tap wordt gesproken. Dus als ze afgeluisterde gesprekken hebben, je ziet in dossiers dat daar al veel onbegrip is. En dat is toch wel ze hebben ook veel meer tolken nodig en zo, veel meer tussenschakels. En gewoon de cultuur. Ahmed Marcouch bijvoorbeeld, die nu in de Tweede Kamer zit, daarvoor staatsdeelvoorzitter in Amsterdam-West was en daarvoor politieman. Die heeft het vaak over dit probleem, dat hij vaak op de kaart probeert te zetten. Maar hij heeft wel gelijk. Je ziet het aan dossiers. Je ziet ook dat straattaal wordt misverstaan. En toevallig, omdat ik met die groep bezig houd, weet ik sommige dingen dan weer wel te vertalen. Dan zie je in het dossier dat ze het gewoon verkeerd hebben begrepen wat daar wordt gezegd. Laatst was er weer een voorbeeld. 2 weken geleden of zo was op opsporing verzocht een man en die had volgens opsporing verzocht de bijnaam G. Maar dat werd breed ook wel gesignaleerd op internet. Maar G staat voor gangster, op straat. Dus dat is niet een bijnaam van iemand. Dat is gewoon een omschrijving van die gangster heeft dat gedaan. Maar dat is niet een specifieke persoon die daarbij wordt aangeduid. Nou ja, het is één klein voorbeeldje, maar je hebt veel van dat soort voorbeelden waaruit blijkt dat door een gebrek aan Marokkaanse rechercheurs er een nog grotere achterstand is. Ja. Tot slot, helaas. Jij werkt al sinds 1997 bij het Parool, waarvan het grootste deel over de zware misdaad.
Je hebt veel zien veranderen. Maakte je toen zorgen zoals je je nu zorgen maakt over de toekomst van ons vermogen om de misdaad te beheersen? Het is eigenlijk altijd zo geweest dat heel veel misdrijven onopgelost blijven, ook de liquidaties. Kijk, van de levensdelicten wordt 80% opgelost, maar dat komt omdat een groot deel is ex steekt nieuwe vriend dood en zo. En dat is een vrij duidelijk spoor naar waar je het zou moeten zoeken. Liquidaties en ander verhaal worden ze veel lager op, hebben veel lager oplossingspercentage. Dat is altijd wel zo geweest. Maar wat je ziet, en de reden waarom ik ook mijn boek ga schrijven, het laatste boek, is dat dat ik zag dat hoe snel hele jonge jongens de stap maakten van vervelende hangjongeren naar straatcrimineel, naar echt zware criminaliteit, zware wapens. En juweliers overvallen alsof ze geld gaan pinnen, zoals jij en ik zouden doen. Dat zag ik gebeuren vanaf 2003 en zo. En daarom heb ik uiteindelijk het boek doorgeschoten geschreven. Goeie titel trouwens. Dank. Ik vind het een mooie beeldende titel. Er is ook een ander boek en dat heet bijvoorbeeld Mokromafia. Uh-huh. En als het iets niet is, ze moeten zelf weten wat ze op hun kaft zetten hoor. Maar met maffia heeft dit allemaal niks te maken. Maffia impliceert georganiseerd en zo. Dit zijn doorgeschoten jongens die heel snel in te palmen zijn. En het gaat allemaal om geld, hè. Het gaat om een dikke auto, groot horloge, status op straat. Allemaal zo cliché als wat. Het gaat om onzin. En, maar ze schieten heel snel door van hangjongeren naar zware crimineel. Daarom heet het doorgeschoten. En, het boek is straks te koop. Ja, wou ik net zeggen. Tip. Het boek is straks te koop. Paul wil ook signeren. En wie hem nog vragen wil stellen, hij blijft graag om alle vragen van jullie als publiek en lezers te beantwoorden. Iemand suggereerde me net alleen boeken of alleen vragen te beantwoorden van mensen die het boek gekocht hebben. Maar we zullen straks nog wel over de regels communiceren. Paul Vugt, dankjewel. Graag gedaan. Ik wil nu graag fotograaf Marijn Koelink naar voren vragen. Marijn heeft een heel mooi project gedaan, zijn afstudeerproject aan de Koninklijk Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Klopt helemaal. Dat had Sanne gezien en gedacht, die moeten we hebben over After Dark. Marijn, aan jou. Nou, welkom, hoi. Ik ben Marijn Koelink. Ik wil even vooraf de Bali en de organisatie bedanken voor deze mogelijkheid. Hartstikke leuk. Het is een van de eerste dat ik keer dat ik voor het publiek spreek, dus wees zuinig. Daar staat de naam. Ik wil even beginnen met een soort van klein experiment. Het is een beetje moeilijk te zien, maar ik wil even met een paar kleurenvlakken beginnen. En aan zich is daar niet zo heel erg iets bijzonders aan. Maar kleur en in de ruimte, dat is een heel apart iets. En daar was ik zo door geïnteresseerd dat ik dacht van, hé, daar moet ik een project over maken. En het is eigenlijk een beetje begonnen bij deze foto. Ik ga jullie een klein beetje door het proces halen waar ik eigenlijk mee begonnen ben. En hoe het project een beetje tot stand is gekomen. Dit is een van de eerste foto's die ik schoot. Het was een soort van, ik liet de hond uit. Eigenlijk totaal een activiteit voor het slapen gaan. En het project heet Most Efficient en het gaat eigenlijk, kort door de bocht gezegd, over de veranderende straatverlichting. En ik kom zelf uit Brabant, misschien kunt u het ook horen. Nee. En we hebben een hond, we hebben een klein hondje, een wit klein hondje. En ik liet altijd 's avonds de hond uit, dat was een beetje mijn taak binnen het gezin, zullen we maar zeggen. En ik ging op een gegeven moment studeren aan de KBK in Den Haag. En ik kwam terug. En toen was een paar lampen waren veranderd. Want misschien kent u ze nog, de natriumverlichting, de oranje verlichting, die we sinds de jaren 80 hebben. Die was ook hier bij ons op het woonerf zichtbaar. En toen ik terugkwam, een weekend om mijn vrienden en ouders te zien, was het licht veranderd naar een witte kleur. En toen dacht ik van, hé, dat is wel een hele grote verandering. Zeg maar de warme tinten zoals ik de buurt kende, als in mijn jeugd, maar ook s'avonds met de hond uitlaten. Was in één keer heel anders. En je kunt eigenlijk ook heel goed zien dat het effect van die lamp heel anders is. Het is alle kleuren zijn zichtbaar. Alles, het nabootst eigenlijk heel erg dat daglicht. Nou, dit was een beetje mijn ronde zo ik liep.
Dus echt alles was wit en alles was zichtbaar. Dit was de hond. De witte hond. Witte hond in het witte licht. Dus ik kan niet zo goed omschrijven wat het gevoel nou exact op dat moment was. Maar wat ik wel had, zo van, hey, dit voelt niet echt meer als mijn buurt of zo. Hè. Het was natuurlijk wel de buurt waar ik was opgegroeid als kleinkind. Maar het had een heel ander soort gevoel. En dat greep me zo aan dat ik dacht van, hey, daar moet ik iets mee. Dus ik ben gaan fotograferen. Ik ben bij mensen binnen geweest. Dit was bij mijn achterbuurmeisje binnen ook, omdat... Wat je ook in de eerste foto kon zien, het lichtbron staat vrij dicht aan de architectuur. Ik heb ook portretten gemaakt, dat doe ik niet heel veel, maar dit was wel een test om te kijken hoe dat was. Deze mensen lieten ook toevallig de hond uit. Nou ja, toen heb ik nog geprobeerd om te kijken van, is het nou interessant om het licht wat ik eigenlijk ken, dat tegenover te zetten van wat er dan nu is. Maar dat vond ik eigenlijk niet heel interessant. Dit is dan echt het nieuwe. Ik ben gaan kijken van, ja, wat doet het nou eigenlijk met de ruimte? En dat was eigenlijk wat heel moeilijk was, want licht, hoe fotografeer je nou licht? Nou, dit was wel een mooi voorbeeld om te kijken van, nou ja, de lamp heeft echt ook effect op de natuur. De bladeren aan de linkerkant zijn veel meer. De boom heeft echt het idee van, ik moet mijn blad nog niet laten verkleuren. Aan de rechterkant zie je dat bijvoorbeeld weer wel. Hier ook weer binnen, van wat doet het als het licht binnenkomt. En natuurlijk een heel ander soort ervaring. Nou, en toen ging ik in mijn eindexamen, want het was eigenlijk een project wat ik in 2010 ben begonnen en eigenlijk tussen de bedrijven door fotografeerde. En toen in mijn eindexamenjaar dacht ik van, hey, ik wil dit project echt body geven, ik wil hier echt meer de diepgang in. Ik had er ook beschriptie, ging erover schrijven. En toen dacht ik van, hey, daar moet ik iets mee. En toen kwam ik eigenlijk op LED-verlichting. En LED-verlichting is eigenlijk iets... wat eigenlijk heel erg opkomend is. He, je hebt de traditionele verlichting, en LED-verlichting is iets wat heel erg duurzaam is, minder stroom verbruikt. En toen ben ik gaan researchen, en toen kwam ik eigenlijk bij deze locatie, en dat was groen licht. Nou, je ziet het een beetje, het is heel erg onheimlich. En het groene licht, of een beetje cyaanachtig licht, ja, dat kon ik niet rijmen met... Een plek waar mensen wonen. Je ziet ook bijvoorbeeld hier de fietsen met de kinderzitjes. Je moet je voorstellen dat je uit je woning komt met warme verlichting en je hebt in één keer, je buurt ziet er helemaal blauwig of groen uit. Dus ik ben gaan kijken van, nou ja, wat zijn nou plekken die voor mij heel erg interessant lijken, die ook waar ik het ook echt het meeste voel. Dus ook waar interactie kan zijn. Bijvoorbeeld dus bij een bankje of bij mensen thuis of nou ja, waar mensen dus hun eigen huis bouwen. En toen kwam ik ook nog op een heel ander aspect. Want ik had eigenlijk alleen maar groene verlichting gefotografeerd. En dacht van, ja, dat is eigenlijk gewoon heel eenzijdig. En toen kwam ik eigenlijk op iets heel interessants. Want LED-verlichting kun je dus in heel veel meer kleuren maken. Maar dat passen ze dus ook toe in de openbare ruimte. En ook hier weer het witte licht. En het groene hondje. En toen was het tijd om een boek te maken. Dus ik had een serie gemaakt, ik had allerlei soorten kleuren. Dat wilde ik heel graag afwisselen. Dus ook in de edit zijn we gaan kijken van, nou ja, we willen het gaan afwisselen. Ook weer hier een kleuraccent. Dus elke keer als je de pagina omslaat, heb je weer een ander soort kleur, een ander soort ervaring. Het is een boek wat 24 bij 34 is, dus het is vrij groot. Dus elke keer als je de bladzijde omslaat, is het weer een nieuwe ruimte. En er zit altijd een referentiekleur in, die kun je ook zien. De binnenverlichting staat weer heel erg tegenover de LED-verlichting die je dus buiten in de openbare ruimte ziet. En overal heb ik plekken eigenlijk gefotografeerd, geportretteerd moet ik eigenlijk zeggen. Waar je eigenlijk heel goed kunt zien waar mensen eventueel zouden gesprekken kunnen voeren. Of echt waar een menselijk element in zou kunnen zitten. Dus waar mensen wonen, waar mensen werken, recreëren. Dus het is eigenlijk in het boek zoals je het nu hier ziet, heb ik echt geprobeerd om daar een vast ritme in te houden. Omdat de lantaarnpalen zelf vind ik ook een bepaald soort ritme weergeven in het landschap. En elke keer weer kom je dus op een nieuwe kleur, op een nieuw soort ervaring. Nou, in het boek zelf staat ook een mooi essay van Rob van Manen. Hij is kleurexpert en schrijver. Hij heeft het mooie boek geschreven Kleur van de Stad. Hij heeft aan aanleiding van de serie, ik had contact met hem, heeft hij een heel mooi essay geschreven van 1300 woorden ongeveer.
En ja, ik ben eigenlijk best wel trots op het boek, omdat ik ben net afgestudeerd afgelopen juli, KVK. En ja, nou, dit is ook misschien nog leuk om te vertellen. Dit is een referentielijst van een Nederlands verlichtingsbedrijf. En dat bedrijf heeft eigenlijk de functie om dus verlichting te plaatsen in allerlei soorten gemeenten door heel Nederland. En de hele referentielijst zit erin, maar dat is eigenlijk maar van één bedrijf. Dus het is eigenlijk om meer om te laten zien van de mensen die het nog niet gezien hebben, het speelt iets meer. In Brabant speelt het heel erg, in de Randstad speelt het iets minder. In Amsterdam heb je ook, bijvoorbeeld in de Grachtengordel, is ook de verlichting veranderd. Veel van warm naar heel erg wit licht. Daar zijn ook de meningen over verdeeld. Ik vind het zelf niet zo heel mooi, omdat je dan eigenlijk de karakteristieke aanzicht van die straat, hoe het eigenlijk vroeger was met die panden en die sfeer, die haal je naar mijn idee helemaal weg. Dat sla je eigenlijk een beetje dood. Het is een genummerde oplage van 250 stuks. Ik heb ze ook bij, dus als jullie willen. Dus jullie kunnen altijd even kijken en vragen stellen en langskomen. En ja, ik sta open altijd voor dat soort dingen. Hartstikke leuk. En wat je gaat doen, Marijn, is om niet het gehannes met geld te hebben. Wie het boek wil hebben, krijgt het mee met zijn factuur. En Marijn vertrouwt erop dat je dat later overmaakt. Ja, weer mooi, hè? Ja. Ik ben ook heel trots op jou. Wat een mooi project. Nou, merci. Dank je wel. Bedankt voor je komst. Merci. Wel grappig, Marijn, dat je het hebt over dat witte licht, dat eigenlijk te wit is. Een van de redenen om het zo te doen, heb je mij verteld, ik weet het niet zelf, maar heb ik van jou gehoord, is kleurherkenning. Opdat de politie bijvoorbeeld de kleur van een vluchtauto of van een boef in een trui, dat die kleur waarheidsgetrouw is. En dat het aan onze veiligheid moet bijdragen. Dus zo is er, vond ik, een hele mooie subliminale link tussen jouw verlichte Brabantse dorp en het leven op straat in bijvoorbeeld Amsterdam. Ja, dat had ik ook al gehoord, ja. Dankjewel, Marijn Koelink. En nu wil ik graag naar voren uitnodigen Wim Schmid. Wim heeft een eigen bedrijf, dat heet Sotto le Stelle. Le Stelle, Under the Stars, onder de sterren. Maar hij is ook van het platform Lichthinder. En hij gaat ons veel vertellen over waarom veel minder juist aan openbare verlichting moeten doen. Dank je. Even mijn stem aan het wennen weer. Hallo. Ik ben inderdaad platform Lichthinder voorzitter. Ik moet even hier staan, want ik moet dit ding vast hebben. Hij had het nog zo gewaarschuwd. Ik ben voorzitter van Platform Lichthinder. En Platform Lichthinder is een vereniging van 100 mensen die de nacht een warm hart toedraagt. De nacht is in Nederland staat onder druk. Wij zijn met z'n allen druk bezig om de nacht te beperken. En dat proberen we wat te verhinderen. En ten tweede heb ik dus een bedrijf. En waar ik bijvoorbeeld mee bezig ben, dat kun je hier zien. Dat is Amsterdam. Hoe donker is het in Amsterdam? En dat is een kaart die ik een paar jaar geleden voor de stad Amsterdam gemaakt heb. En hier ben ik bezig met heel Nederland. Ik probeer je even door Nederland te halen. Van waar hebben we het nou eigenlijk over als we het over al die verlichting hebben? Dit is openbare verlichting. Ik heb al een paar voorbeelden die bijzonder zijn. Rechtsboven is Amsterdam. Dit is Amsterdam, waar Marijn het net over had. Dat is de Keizersgracht. Ik vind het zelf erg een goed project. Ik vind het een knappe manier waarop ze de oude verlichting geplaatst hebben. En de andere, daar zie je wat bijzondere dingen als fietspaden linksonder in het buitengebied die je dan verlicht. Het is een bijzondere manier. Dat is het enige land ter wereld waar we dat zo doen. Dit zijn wat andere vormen van verlichting in Nederland. Linksboven, de lichtste plek van Nederland, Schiphol. Niet vanwege de vliegtuigen, maar vanwege de auto's. De enorme hoeveelheid parkeerplaats. Rechtsboven, dat kennen jullie in Amsterdam niet, melkveestallen. Melkveestallen, je hoort het tegenwoordig verlicht, want die koeien die willen ruimte en lucht. En het schijnt dat als ze iets meer licht geven s'avonds, dat ze dan ook meer melk geven. Dus vandaar dat die stallen s'nachts opeens verlicht zijn. Linksonder, 60.000 sportvelden worden in Nederland verlicht. We zijn echt kampioen sportveldverlichting in de wereld. We doen het wel heel goed. En rechts, dat zijn kassen. Kassen
staat meer licht in kassen dan in de rest van Nederland bij elkaar. Er is één kas in Nederland en daar staat meer licht in dan in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bij elkaar. Dat is echt ongelooflijk hoeveel licht daar binnen is. Ik was er laatst weer eens en dan kom je s'avonds die kas binnen en je denkt, wam. Dat is echt heel erg. Ook reclame, hè? We maken ook veel reclame in Nederland. Linksboven zijn die borden langs snelwegen. En onder, dat is Kampen, ook gemeentes, die steden zijn ook aan het bezig met reclame. Kampen die is bezig zijn IJssel te verlichten. En waar is dat licht nou totaal? Links is satellietdata en rechts is een foto van André Kuipers. En je kunt ruwig zien dat een strook van Alkmaar tot aan het Roergebied, daar linksonder, daar is het duidelijk veel, veel lichter dan daar rechtsboven. En dat komt op eigenlijk alle kaarten voor, behalve Zeeland. Hè. Zeeland is een donkere vlek in een lichte ruimte. En wat is nou het belangrijkste effect? Ja, dat is vooral dat we er geen sterren meer zien. Hè. Als we hier in Apeldoorn, daar links daar zit een kas. Dit is een kas. Wam, de lucht omhoog. Dit is Schiphol. Dit is Amsterdam. En de hemel is eigenlijk, misschien zie je nog 50 sterren van de 2000 totaal. Onder heb ik Kootwijkerbroek, dat is ergens op de Veluwe. Ik dacht, we moeten maar een ander plaatje erbij nemen. Daar zie je nog ongetwijfeld nog 500 sterren. En in de Waddeneilanden zie ik nog 2000 sterren. Wat zijn nou grote nadelen, afgezien van die sterren? Want ja, dat is voor die sterrenkunde is leuk. En ik vind het ook in principe eigenlijk wel voor iedereen belangrijk dat hij die sterren kan zien. En daar zijn we in opgegroeid. Dat hoort bij het mens zijn dat je bij een vuurtje naar boven kijkt en denkt, wie ben ik nou eigenlijk? Waar kom ik vandaan? Maar die dieren zijn eigenlijk nog misschien wel belangrijker. Want wij zijn niet de enige, wij zijn dagdieren. Wij slapen s'nachts en overdag denken we actief en wij plaatsen maar licht. Daar zijn we ontzettend blij mee, sinds 130 jaar doen we dat. En elk jaar is dat ongeveer met 5% toegenomen. Maar die dieren, die hebben daar nooit om gevraagd. Vogels, bijvoorbeeld, ik heb maar een paar voorbeelden genomen. Zangvogels, die zingen veel langer in de stad dan daarbuiten. En dat put hun natuurlijk uit. Trekvogels vinden het echt niet leuk, al die steden. Want als ze daar overheen gaan, lijkt het net of de sterren onder ze zitten en niet boven zich. Broedvogels willen niet onder een ontstratend aarde gaan broeden. Want ja, dan kan de vos hun nest pakken. Kortom, het allerlei effecten. Dan maar even op vogels. Ik heb een ander voorbeeld, vleermuizen. Dat is in Nederland belangrijk. Belangrijkste zoogdiervorm die wij kennen in Nederland. Er zijn iets van 15 vleermuissoorten in Nederland. En dit soort barrières, dit is echt een barrière, dit soort wegen. Zo'n vleermuis, aan de ene kant broedt hij, aan de andere kant eet hij. Daar komt hij niet meer overheen. Hij durft dat niet. En dan moet hij er echt omheen. Nou, dat is bij een weg best lastig. Kortom, je verstoort toch echt verschrikkelijk veel. Om even een ietsje wetenschap. Hier 1,5 miljoen, hoeveel diersoorten zijn het? 1,2 miljoen diersoorten. En 64% daarvan is dus nachtbeesten. Alle amfibieën zijn nachtbeesten. 20% van de vogels. Groot deel van de vissen. Dat betekent dat wij dus met z'n allen dagbeesten. Eigenlijk, wij maken eigenlijk die hele wereld. Doen we net alsof die anderen er niet zijn. En wat doen we dus eigenlijk? De nachtactieve dieren, daar wordt hun levensruimte al kleiner. En je verstoort dus eigenlijk die evenwichten. En de biodiversiteit, die is dus, neemt daardoor af. Waarschijnlijk, wordt er op het ogenblik in Wageningen groot onderzoek gedaan hiernaar. Naar het effect van licht op allerlei diersoorten, van amfibieën tot vogels. En over 3 jaar hopen ze daar veel onderzoek uit te halen, veel gegevens uit te halen. We hebben nog een ander onderwerp en dat is helemaal iets nieuws. Dat is, sinds 10 jaar weten we dat wij eigenlijk in ons oog niet alleen maar staafjes en kegeltjes hebben, zoals wij vroeger leerden, maar ook nog een derde zintuig. En dat zien wij niet mee, maar het lijf zorgt er wel voor dat wij weten dat het dag of nacht is. De helft van de blinden heeft dat zintuig dus ook. Die kunnen dus niet zien. Ze zien het niet, maar hun lijf weet wel of het dag of nacht is. En dat zintuig, dat stuurt onze biologische klok. En er wordt zeer veel onderzoek gedaan de laatste 10 jaar naar biologische klok. Het effect daarvan. Wij denken wel dat er een 24-uurs economie komt. Maar waarschijnlijk komt dat er helemaal niet. Want het is zeer nadelig voor die biologische klok. De 24-uurs economie neemt ook af. We hebben minder 24-uur economie dan 20 jaar geleden. En dat komt waarschijnlijk hierdoor. Wij zijn eigenlijk dagdieren en wij moeten 's nachts slapen. En op het moment dat wij dat niet doen, dan wordt ons lijf niet meer zo netjes schoon en gezonder.
als we goed slapen. Als wij slapen in het donker, dan wordt ons lijf gezonder wakker dan wij 's avonds naar bed gaan. En dat is het effect. Op het moment dat je dus licht aan hebt, zoals bij 98% van de kinderen, schijnt er een vorm van licht te wezen. Ik heb zelf geen kinderen, maar het schijnt zo. Dit soort effecten is heel nadelig. Dit is de gevoeligheid van die derde sensor. En dit is de gevoeligheid van ons normaal oog. Je ziet, dat is vooral in het groen. En die andere sensor, die dus eigenlijk 's nachts slimmer werkt en voelt of het dag of nacht is, die is heel erg in het blauw. Dus op het moment dat je een kind hebt met licht, doe het niet met blauw licht of met wit licht, want daar zit ook blauw in. Maar doe het eventueel met wat rood licht. En dan zo min mogelijk, hè? Want eigenlijk alle licht is toch wat negatief. En het heeft vele effecten. Er wordt veel onderzoek gedaan. De Universiteit van Groningen is mee bezig. Het UMC in Utrecht is mee bezig. Tot kanker aan toe. Gevaren geld voor nachtzusters wordt in Denemarken uitbetaald. Gewoon op het grond van het feit dat ze dus niet in het donker zijn. En wat kunnen we nou aan doen? En misschien past misschien wat anders dan Marijn. Ik zou dat anders definiëren. Maar verlichten is cultuur. Dit is een plaatje van Nederland, België en Duitsland. Linksonder België, dat snappen jullie. En je kunt gewoon aan dit plaatje al zien dat wij verschillen in verlichten. Nederland verlicht heel anders dan België. Wij zijn het enige land ter wereld waar wij denken dat wit licht in onze centra heel goed is. In België kun je dat echt niet tegenkomen, in Duitsland ook niet. Wij zijn het enige land, nou dat is niet waar. Bijvoorbeeld onze rotondes zijn allemaal verlicht, per definitie. In Duitsland kun je echt rotondes tegenkomen waar je helemaal niet verlicht. Wij verschillen dus heel veel. Verlichten is cultuur. Amsterdam kijkt van Rotterdam af. Een ene bedrijf kijkt het andere bedrijf af. Als ik een reclame of reclames bij sommige bedrijventerreinen, dan kun je duidelijk zien dat die bedrijven elkaar naapen. Maar zelfs Philips zit Osram na te apen. Er is op dat moment een apparatuur op de markt en dat heeft één fabrikant. Die is daar een beetje succesvol mee. Het is heel slecht. Maar er is wel succesvol. En Philips zegt, ja, we moeten ook wel dat produceren, want anders dan hebben we pech. En dat is eigenlijk dus alleen maar nadoen. En op het moment dat je naar de rest van de wereld kijkt, dit zijn wat steden uit de rest van de wereld, verlichten is cultuur. En al die wereldsteden zien er dus heel anders uit. En dus nog geen wetenschap. En ik denk dat als wij over 50 jaar terugkijken naar deze tijd, dat wij dit pervers zullen vinden. Dit is onderste is een plaatje van een, of rechts is een plaatje van een rotonde in Apeldoorn, 's nachts om 3 uur, met geen één voertuig en dan 100 lampen. Dat is gemiddeld namelijk ongeveer. Er zijn 30.000 mensen 's nachts om 3 uur buiten en er zijn 3 miljoen lichtmasten, 1 op 100. Kortom, als we het beter doen, dan kan Nederland 2 keer zo mooi worden. En dan kun je dit weer gaan zien, een sterrenhemel boven een stad. Dit is echt een onmogelijke. Dit is ook niet een echte plaatje. Links is New York en rechts is San Francisco. Maar dat zou toch wel heel bijzonder wezen als we weer sterrenhemel boven een stad zien. Nog één vraag, Wim. Je vertelde me dat je mede-initiatiefnemer bent van een plan, een aanvraag die door Staatsbosbeheer is ingediend, om van de bosplaat op de Schelling een dark sky park te maken. Ja. Wat is dat? een dark sky park is een Amerikaans idee ooit. Het idee is, een gebied zegt van zichzelf, ik ben donker en daar ben ik blij om dat ik donker ben. Kom naar me toe, want het is zo mooi donker bij ons. En het feit dat we dat in Nederland kunnen doen, er zijn er nu 20 in de wereld. Het dichtstbijzijnde is in Engeland en in Duitsland is er één. En dat we dat in Nederland ook zouden kunnen doen, heeft me altijd gefascineerd. Ik wilde eigenlijk van de Veluwe, maar ja, heel veel lastig met heel veel partijen. En we zitten nu op de Bosplaat, op de Schelling, maken we dus een dark sky park. Het Bosplaat, Staatsbosbeheer, wil daar geen licht. Die zegt ook, wij zullen proberen ten alle tijde geen licht te maken. De provincie Friesland is er mee bezig. De gemeente die ondersteunt dit. Allerlei partijen, dus lokale ondernemers vinden dit een fantastisch idee. Die hopen ook meer toeristen te trekken om naar de sterren te komen kijken op de Bosplaat. En om zo'n park te realiseren, hoef je vooral niks te doen. Nee, je hoeft inderdaad eigenlijk niks te doen. Dat vinden ze ook eigenlijk wel heel erg leuk. Het kost ook heel weinig, een bordje eigenlijk alleen maar. Ja, en goed voor het toerisme. Ja, dat hopen we. In Amerika is een onderzoekje geweest en er waren toch, ik geloof wel 5% in Bryce Park,
Zo'n Death Valley is er ook een. Die komt daar speciaal voor. Dus het is best toch niet nul, laat maar zo zeggen. Wat een sympathiek initiatief. Wanneer weten we of het gaat lukken? 1 juni. 1 juni? Ja. Oké. Okay. Ik duim. Goed zo, ik ook. Dankjewel, Wim Smit. Ja, dankjewel. Mike, kom bij me. Op het bankje, op het strafbankje. Dit is Haik Balian, die is directeur van Artis. We hebben een andere bioloog net gehad. Ja, nou we zijn... we gaan zitten. Oh, wacht even, dan kom ik eerst even voor je langs. Het is een beetje krap nou. Heik, hoe lang ben je directeur van Artis? 11 jaar, bijna 12. Wacht even, een microfoon. Bijna 12 jaar. Aha. En je woont in Artis, hè? Ik woon in Artis, ja. Hoe kan dat? Hoe werkt dat? Nou, dat moet, hè. Oh. Het dienstwoning, dus je moet daar wonen, je hebt weinig keus. En nou is dat geen straf. Hè. De en meeste... waar komt je voordeur op uit? De voordeur, het bijzondere van Artis is dat alle panden hebben die er omheen staan, hebben en een kant naar de straat, naar de stad, en een kant naar de tuin, hè, wat we het park noemen of de tuin. Dus ik heb twee voordeuren, één op de straat en één op het park. En soms kom ik er natuurlijk helemaal niet uit. Hè. Vanavond moest het even, hier naartoe. Ben je vrijgelaten, losgelaten? Ja, maar het is een eigen plek natuurlijk, een eigen afgesloten ruimte. En ik denk, als je kijkt, ik weet niet, ik heb wat plaatjes. Ja, we hebben wat... Misschien, maar we hebben natuurlijk, waar jij het net over had, hoe ga je om met licht? Ik werk met een groep adviseurs, diverse types, zeg maar, van landschaphistoricus tot een meesterbelichter uit Engeland, een kunstenaar. En de vraag is, wat doen we nou met zo'n plek die altijd donker is in de stad? Ga je die uitlichten? We hebben daar verschillende projecten over gehad. En is er helemaal geen verlichting? Geen straatverlichting? Dat is het eerste plaatje wat je direct ziet. Zie je de ingang van Artis. Mm-hmm. Daar hebben we gezegd, hè, de stad gaat over in het park. Dus ook stedenbouwkundig, de Harry Polaklaan. Was vroeger één laan. Hè, het was een as. Die hebben we door laten lopen. Hebben we eigen lantaarns ontwikkeld. Alsof het gaslampen zijn met ledverlichting. En die loopt door in het park. En dan sterft het licht uit. En dan is het park daarna donker. Hier en daar kunnen we dingen aanzetten. Monumenten die je verlicht of wat dan ook. En wat ruik je en wat hoor je 's avonds in Artis? Hoor je de gibbons? De gibbons zijn 's ochtends. Die zijn niet 's nachts. Maar 's nachts heb je natuurlijk allerlei dieren die geluiden maken. Het hangt er vanaf. Zoals gisteren waaide het heel erg. Ja. Dan is iedereen muisstil. Ik zou denken dat de dieren juist heel onrustig zouden worden van harde wind. Als er gevaar is of als er dingen zijn, is het natuurlijk niet handig om je... als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Dat is wel zo handig. Dus op het moment dat er dreiging of wat dan ook is, dan zijn dieren over het algemeen rustig. Maar wat je nu merkt, de wolven zijn natuurlijk nachtdieren. We hebben heel veel dieren. Als je kijkt, je ziet daar een plaatje van een dinosaurus. 300 miljoen jaar geleden kropen de... dieren, zeg maar, de kant op, de wal op. En veel dinosaurussen, dus veel dieren leefden 's nachts. Het was veiliger, omdat die alles leegvaten en roofden. En op een gegeven moment is er een grote meteoriet op aarde gevallen, op 65 miljoen jaar geleden. En er is eigenlijk een niche ontstaan voor dagdieren. Dus daar zitten wij ook bij de primaten. Je zei het al, je ziet hier één dier, een aapje met ogen die reflecteren. Dat is dan wel een primaat, wat wij ook zijn, maar nachtdier, die kan in de nacht kijken. En die hebben achter hun lens, hebben ze een soort spiegeltje, zeg maar, zodat je twee keer door het netvlies gaat. Dus dat is een hulpmiddel om beter te kunnen zien 's nachts. Hebben wij niet, wij slapen 's nachts. Net zoals chimps. Als we tenminste nog de slaap kunnen vatten, na wat ik heb gehoord. Ja, dat is een probleem. Hormonaal is dat natuurlijk een groot issue. Ja. Hetzelfde geldt, je ziet daar de foto van mijn hond. Er is een hondje met haren voor zijn ogen.
Die kijkt natuurlijk, dier, men denkt altijd, je kijkt en nacht, je kijkt met je ogen. Maar je kijkt natuurlijk, een hond kijkt met zijn neus. Kijkt met zijn neus. Eigenlijk een nachtdier, hè? Wolven zijn nachtdieren. En die hebben, zeg maar, omgekat. Hè? Zoals wij nu hier ook s'avonds zitten. En in de nachten uitgaan vaak. Zijn wij eigenlijk, is dat niet ons natuurlijke ritme. Dus heel veel dieren zijn aangepast. Katten, die jagen eigenlijk s'nachts. Nou, daar hebben we dagdieren van gemaakt. Die zijn op een gegeven moment overdag gaan leven. Volgens mij liggen ze alleen op een stoel te slapen de hele dag. Ja, het liefst wel. Maar ja, dat gaat ook niet altijd. Dus, en zeker honden niet natuurlijk. Er is zelfs een speciale dierentuin voor... Ja. Een nachtdierentuin, ja, dat, in Singapore. Ben je daar Singapore geweest? Ja, ja, daar ben ik geweest. Wat, ook een vriend van mij heeft die gemaakt. Maar daar is eigenlijk een hele simpele gedachte. Omdat, ik vertel dat al, de meeste dieren leven 's nachts. Dus veiliger, dus handiger. Ook als het heel heet is, is het natuurlijk, ben je beter beschermd 's nachts. Je bent minder energie kwijt. Jagen gaat natuurlijk een stuk makkelijker. Hè. En wat je daar ziet, is eigenlijk de natuur zoals die dan is. En omdat ze daar 12 uur donker hebben, dus op de evenaar min of meer. En heb je 12 uur licht, je hebt 12 uur donker. Dan betekent dat je om 6 uur s'avonds, om 7 uur s'avonds open kan. Hier zouden we in de zomer, wanneer het drukt is, zouden we dan om 11 uur, 11:30 moeten beginnen. Dat gaat dus niet. Dus dat concept werkt. En dat is heel interessant, ook als je het overdag ziet, ziet het er niet uit. Maar het is allemaal moonlighting. Voor degene die straks naar de rondleiding in de artsen gaan. De weidefolière op het plein. Je ziet er ook ergens een foto van het plein van artsen. Dat is een andere plek die we uitgelicht hebben. En er zit een weidefolière met lepelaars. En dat is op dezelfde manier, door dezelfdegene die dat gedaan heeft uitgelicht, is moonlight. Ook de vlindertuin is alsof het maanlicht is. Heel zacht licht. En het punt is natuurlijk, wat zie je in het donker en hoe zie je in het donker? En heel veel dieren, je had het over die vleermuizen. Ik las van de week zaterdag, geloof ik, vleermuizen. Dat ze nu zien waarom die niet tegen elkaar opbotsen. Iedereen weet dat ze wel zondes uitzenden, maar dat ze dan parallel gaan vliegen naast elkaar. Dus die hebben andere sensoren. Of als je aan een mol denkt, die heeft van die haartjes waarmee die kan voelen. Er zijn allerlei, of trillingen, of in het water, waterrimpels. Er zijn allemaal vormen van kijken in het donker. En je moet je ook voorstellen dat, dat wij zelf, als we kijken wat er in ons leeft, ik heb daar een fotootje van Micropia ook bij gedaan, alle paar miljard microben die in en op ons leven, en binnenin ons is het natuurlijk donker, en er komt geen licht in. Dus die leven ook in het donker, maar die communiceren wel met elkaar. Dus er zijn ook chemische manieren om te communiceren. Ja, zo had ik het echt nog nooit gezien. Nee, maar zo is het wel. En slapen is natuurlijk ook weer iets. Ik heb daar een foto van een giraf. Een giraf is natuurlijk... Waarom? Die slaapt met zijn poot uitgestoken? Ja, die slaapt met zijn poot uitgestoken, want je moet voorstellen, dat is een poot. Nee, poot. Paarden hebben benen. Alleen paarden? En mensen. Primaten, dan bij de... Maar een giraf moet... Die slaapt zo'n 4 uur per nacht. Dat is wel interessant, want die heeft een... Dit zijn vluchtdieren natuurlijk, die kunnen opgegeten worden. Dus dan moet je weg kunnen rennen. Daarachter heb ik een plaatje van een olifant, die hoeft niet zo weg te rennen. En die slaapt in korte periodes. En die heeft een. Dus zeg maar, zoogdieren hebben remslaap, waar je heel diep even kan slapen. En wat de giraf doet, die slaapt normaal met zijn kop omhoog. En zijn nek zo'n beetje omhoog. Dan gaan ze wel even liggen, ze kunnen ook staan slapen. En. En die houding die nu zit, dus met die nek naar voren op zijn dijbeen, wel die poot gelijk klaar, dat zijn dan powernapjes. Duurt maximaal 10 minuten en dan slaapt hij even heel, heel, heel diep. En dat, als je dat zelf aantraint, ik weet niet, zijn er mensen hier die wel eens een powernapje doen? Zijn er? Hoeveel? Kijk. Nou, en hoe uitgerust voel je dan? Iedereen gewoon. Dus ik raad dat echt iedereen aan, we kunnen het, hè. We zijn ertoe in staat. Maar wel met uitgestoken poot. Nou, wij hoeven niet weg te rennen, tenminste... Over het algemeen niet. Dus behalve die jongens van hem, die de hele tijd moeten rennen. Maar die hebben zo'n autosleuteltje, denk ik. En die olifant, die ligt ook. Hè. Die kan staan slapen. We hebben bij ons, we hebben camera's, dus we analyseren en bekijken ook dingen. Dus die olifant, die Yindi op 9 maanden, op noemen was het, tot 9 maanden niet staan slapen. Want het lichaam, dat vertel je ook, dat lichaam moet herstellen. Nog niet moet... gespierd genoeg? Ja, en in je slaap herstel je. Hè? Dus ergens moeten de dingen groeien. De cellen moeten groeien, er moet rust zijn. Op het moment dat je heel erg bezig bent,
genees je natuurlijk ook niet zo goed. Daarom als je ziek bent moet je ook slapen. Maar die olifant, die gaat liggen. Die is echt knock-out, hè? Die is even knock-out. Maar die kan niet te lang blijven liggen. Want je moet je voorstellen, er zijn duizenden kilo's. En die duizenden kilo's drukken op die organen. Dus een olifant moet ook niet te lang slapen. Niet te lang liggen. Want anders verplet hij zijn eigen organen. Dus er zijn er allemaal... Ik leer van alles. Van, ja, is wel... Vertel nog even over de chimpansees. Hij... Ja, dat zijn een beetje... Ik vind zelf altijd een beetje truttige dieren. Zeg maar wat slapen betreft. Ze gaan elke avond gaan ze ongeveer op dezelfde tijd maken ze nesten. Hè. Ze zijn primaten, ze zijn dagdieren. En je zou kunnen zeggen, dieren slapen net zolang ze het zich kunnen permitteren. Dus je moet je voorstellen, zo'n giraf die slaapt relatief weinig, want die moet eten zoeken, hè, die moet forageren. Maar aan de andere kant moet hij ook herkauwen. Vandaar denk ik, neem ik aan, ik heb het niet onderzocht, maar met die koeienstal van, het was jouw koeienstal? En met die koeienstal, waarom geven ze meer melk? Omdat ze dan langer kunnen herkauwen en ze zijn langer bezig waarschijnlijk. Ik weet het niet, maar zoiets zal het misschien zijn. Hebben dieren wel eens slapeloosheidsproblemen? Ja, tuurlijk, als je achterna gezeten wordt. Oh. En dat hebben mensen ook, denk ik. Hè? Of als je te lang doorgaat of als je wakker gemaakt wordt. Dus die verstoring, en dat zien we in de artis ook. We hebben heel veel nachtelijke bezoekers. Dus er komen heel veel dieren slapen. Dieren die daar niet permanent wonen? Nee, die komen slapen in de artis. Passanten. Wie komt slapen in artis? Nou ja, van helaas, die, hè, wat ik dan weet, wat een beetje de ratten deze van de rakkers. Lucht zijn. Ja. Ja, die zijn dus natuurlijk steeds meer van die reigers. Een soort, ze zijn ook heel agressief, vertelde je. Ja, en ze roven van alles. Dus we moeten nu, de enige niet vliegende vogels moeten we overnetten. Door die reigers. Dat is natuurlijk wel raar. Nou, kwakken zag je net, hè, nachtreiger. Mm-hmm. En we hebben heel veel kraaien, sommige seizoenen spreeuwen. Maar ook heel veel vogels, die, helaas die halsbandparkieten. Hè, die kruipen in die nesten van die spechten. Die verdrijven zeg maar de vogels die we hebben. Maar het is, ik moet zeggen, de nacht is bijzonder. Wat ook, ik heb zo'n plaatje, daar, is daar met een vlinder. Met twee hè, van die ogen. Heel veel mensen zijn, ik had vanochtend een interview, en iemand zei, ben je dan niet bang s'nachts? Ja, ik loop natuurlijk vaak s'nachts erdoor. En in de winter, moet je je voorstellen, is het om, hè, dat weten jullie allemaal, is het 4:30 donker. Als ik dan tot 7:30 werk en iedereen is naar huis. En dan loop ik naar huis en als het echt helemaal donker is, er is geen maan, er is bewolking. Dan zie je dus niets, maar dus echt niets. Dan ga ik de sport die ik heb is op de tast gaan, kijken of ik het me herinner. Lukt niet altijd. Om een beetje dat instinct te houden. En er zijn mensen die dus naar een fiets moeten. En dan horen ze opeens een geluidje ergens. En schrikken zich. En vandaar vroeg iemand me dat, die journalist. En dan dacht ik, ja, ik zei tegen mij, waarom ben je dan bang? Want overdag zitten die dieren er ook. Waarom zouden ze nou opeens s'nachts tevoorschijn komen? Ze zitten in kooien bovendien. Ja, verblijven. Maar... excuse me! Dit is. Nee, ik kan het niet helpen. Je werkt niet in artis. Maar. Dat is dus irrationeel. Maar dat heeft natuurlijk te maken met waar we vandaan komen. We zijn natuurlijk dagdieren. Ja. En in ons, daar ben ik van overtuigd, zitten nog zoveel rudimentaire zaken. Hè. We denken wel natuurlijk dat we alles beheersen. Rudimentaire angsten. Angsten natuurlijk. Je ziet het ook bij leeuwen. Als je kan op een. Met voeren kan je, met groepen doen we dat af en toe, met mensen. Dus even komen ze even te eten binnenhalen en dan sta je, nou, zo een afstand van die leeuw. Terwijl je weet, rationeel weet iedereen, er kan eigenlijk niks gebeuren. Toch zijn mensen bang. Ja. Dus angst. We zijn het nadeel. Ja, we zijn dagdieren. Hè? Ja. Ja. En we weten niet zo goed, we kunnen 's nachts ook niet zo goed zien. En we ruiken natuurlijk niet goed. Ja, we voelen niet goed. We luisteren dan wel. Dus met dat orgaan wat we dan nog over hebben, gaan we schrikken. Tenminste, neem ik aan. Ja. Ik weet het ook niet precies, maar... Kijk, wat een prachtig verhaal. Wat een prachtige baan heb je. Ja, ja, ja. Fantastische baan. Nou. En een prachtig huis in een hele grote, donkere, donkere tuin. Diep in het donker bos. Diep in het donker. En als ik wel eens terugkom s'avonds, dus ga ik door het hek aan de voorkant naar huis lopen en... En soms 's nachts gebeurden hele bijzondere dingen. Het mooiste eigenlijk van de afgelopen 2 jaar was
is een Koreaanse kunstenaar, is dat een schilderij gemaakt over Mumba, had ze over gedroomd. En nou, die kwam dat geven 2 jaar geleden. En toen had ik me uit eten genomen. Die was 's nachts door Artus en waren de 2 jonge olifanten aan het zwemmen. Dus er gebeurt 's nachts wel van alles. Hè? Dus ze zijn wel bezig. En midden in de zomer, lekker zwemmen, of de tapiers die aan het zwemmen zijn, dieren zijn bezig, de nachtvosjes, die zie je ook, als ik met mijn hond erdoor loop, even zo'n encounter, even spelen, en nou, dat soort dingen, is er gebeurd van alles. Mooi, mooi. En de mensen die het geluk hebben dat ze een kaartje voor de rondleiding vanavond door Artus hebben kunnen bemachtigen, gaan daar iets van meemaken. Ja, ik weet niet, zijn de rondleiders al hier of niet? Ja, kijk, daar zijn de 2 rondleiders. Ik hoop niet dat ik te veel verteld heb. Maar ik moest wel iets vertellen natuurlijk. Ja, jij hebt verteld. Nu maar nu gaan ze het beleven. Beleven, dus, precies. Artus heeft heel veel vrijwilligers. Zij zijn vrijwillige rondleiders. En dat draagt enorm bij natuurlijk aan de educatie die we doen. Dank jullie wel. Even. Dank jullie alvast. En dank je wel, Heik, voor... je mooie verhalen over het Rijk der Dieren in de Nacht. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Vraag niet. Nee, geen vragen. Straks. Straks. Geef maar. Romy? Ja, maar hij gaat. Je staat achter de katheder. Of liever. Oké. Okay. Romy Albers van AI. Ja. Iedere stadslever vertonen wij een fragment of een filmpje uit de collectie. Toen we het gesprek hadden met Tracy en Sanne was het al heel duidelijk dat we deze keer eigenlijk voor misdaad wilden kiezen. Veel misdaad gebeurt ook in de film After Dark. En de keuze was ook al vrij snel gemaakt. Vorig jaar hebben zowel het NRC als de Volkskrant een lijstje gepubliceerd. Het NRC met de favoriete misdaadfilms uit Nederland. Nummer 1 was De Inbreker van Frans Weiss, 1972. 2 Grijpstrategieën en 3 Lek. Een paar maanden eerder had de Volkskrant een lijstje met de beste Nederlandse gangsters in de film. 1 was Glimmy, Rijk de Gooier, in De Inbreker van Frans Weiss. 2 was Victor Leu in Lek. En 3 was Hidde Maas in de film De Wildschut uit de jaren 80. Dus de keuze was heel snel gemaakt op de film De Inbreker van Frans Weiss. Rijtjes zeggen niet alles, maar als je 2 keer bovenaan staat bij deze kranten, dan zegt het wel iets. Dan heb je in ieder geval een klassieker gemaakt. Dus we hebben gekozen voor deze film. Het is een film over een inbreker, zoals de titel natuurlijk al zegt, die inbreekt bij de rijken, op een gegeven moment gevraagd wordt om een meisje wat verdwenen is op te sporen, betrokken raakt bij een internationaal complot, daar onderdoor dreigt te gaan, maar uiteindelijk toch weet te overwinnen. De hoofdrol werd gespeeld door Rijk de Gooier, in de rol van Glimmy. Samen met John Bluming, zijn maat De Bonk in de film. Rijk de Gooier, ja, het is een meester inbreker in die film. Het is een man met het hart op de goede plek. Nu zou ik misschien beter zeggen een knuffelcrimineel. Zoals in de jaren 70 hadden we AGM als een soort nationale knuffelcrimineel. Rijk de Gooier is dat ook een beetje in deze film. Alleen hij heeft een zwart randje. De hele film is hij bezig met zijn werpmes te oefenen. Om uiteindelijk aan het eind van de film in een soort klassieke shootout zijn tegenstander te doden. Dus er zit wel ook iets zwarts in hem. Alleen Frans Weiss maakt in de film al eigenlijk gelijk al in het begin duidelijk dat Rijk de Gooier een hele prettige of aardige man is. Maar dat moet je straks van Frans Weiss vragen, want nadat we de eerste 8 minuten van de film gezien hebben, waarin Rijk de Gooier en John Blunk als eerste geïntroduceerd worden, daarna wordt Bob de Lange als de industrieel en ook de grote crimineel geïntroduceerd. We zien nog even een paar foto's van Willeke van Ommelrooy, een van de 2 vrouwelijke hoofdrolspelers in de film. En uiteindelijk Frits Lambrechts, de politieagent en ook een beetje de medestander van Rijk de Gooier in die film. Dat is ongeveer de eerste 8 minuten van de film. Wilt u hem helemaal zien? 24 april draaien we hem AI. Wilt u er veel meer van weten? Nadat we het fragment hebben laten zien, komt Frans Weiss vertellen aan Tracy en aan ons wat wij over de film willen weten. Dus nu 8 minuten De Inbreker. Thank you.
potgloeiende god. Nou, hoeveel? Hoe lang zit ik nou al in de Kieslisboek? Erg lang. Precies. Al jaren pluk ik 2 keer per seizoen voor zo'n 40 mil aan steentjes van een andere rijke zieke oude kip. Mooi degelijk vakwerk. Ik zoek de kip op mijn gemakje zelf uit en... Haal ik idee. Precies. Zo'n 80 mil per jaar belastingvrij. Een leven als een luizer passeer ook. Nou, hoeveel? Niks verdomme. Geen glimmertje. Nog eens bel de knopje te bekennen. Wat? Ja, oliebol. Eén keer ga ik de tip zelf niet na. Tip was hard zuiver. Ze zijn er mee lekker. Nog eens zo'n tip, bonken we daar gewoon mee. Beste Jopie. Je vraagt een meneer naar je in alle kroeg op de dijk. Open en bloot, iedereen weet het. Wat voor een meneer? Oh, een hele dure. Hé, kijk, daar gaat ie. Hoe vroeg die naam? Waar kan ik meneer Burg vinden? Dat is vreemd. Kun jij iemand die bij meneer Burg doet? Meneer Burg? Oh, je bent te lang. Bedankt Jopie, je hebt me niet gezien. Oké, boog zitten meneer. Ik ben even praten met die eikel. Ja, zullen we een journaal, alsjeblieft. Kunt u me misschien zeggen waar ik de heer Burg kan vinden? Hier. Meneer Burg. Dat tafeltje daar. Polly, bekende recept. Mijn beeldje. Kunnen misschien beter onder vier ogen. Bon blijft. Als u wilt. Om het geheel te zien. Frans Wijs, mag ik je op het toneel uitnodigen? Wat heeft deze film voor jouw carrière gedaan, Frans? Het is fascinerend om hem terug te zien. Ik heb hem echt heel lang geleden voor het laatst gezien. En wat hij voor mijn carrière heeft gedaan... Kijk, hiervoor had ik een film gemaakt die heet Het Gangstermeisje. En daarvan dacht ik dat het de Citizen Kane, oftewel de film to end all other films, zou zijn. En, je zegt het alsof het niet waar was. Nou, het was ook niet waar. Ik weet dat ik bij de première al 3 keer flauw viel. En ik heb was gezet, het is als een bokser die echt een keer knock-out gaat. Ik bedoel, als je dat eenmaal hebt gevoeld, ga je nooit meer op dezelfde manier de ring in. En eigenlijk... Ik zeg wel eens, elke film die ik maak is een revanche op de vorige. En eerlijk is eerlijk, ik bedoel, na Het Gangstermeisje, wat toch, ja, Antonioni beïnvloedt en intellectueel en na een script van Remco Kampert en over een schrijver die een, ja, die moet kiezen tussen film en literatuur en tussen Rome en Amsterdam en tussen een huwelijk en overspel. Even kortom, er werd... was er ineens naar de inbreker. Het was echt een revanche. Ik dacht, ik wil 1 keer een film maken. En het krankzinnig is dat ik toen even ben meegesleurd door het begrip entertainment. Ik bedoel, ik weet niet, we hadden Rob Dumé, was de producent. We hadden alle twee hadden we ons prijs betaald. Hij met Monsieur Havarde, met Harry Kummel. Ook een moeilijke film. En ik moet eerlijk zeggen, nu nog steeds, als ik in een taxi zit en iemand vraagt wat ik doe en ik zeg film, en dan zegt hij, nou, noem eens een film dan. Dan heb ik nog steeds neiging om alleen maar De Inbreker te noemen, want ik weet dat al die andere films, Havink en Hoogste Tijd en Benader Inzien op afbetaling, ja, die nee? Dat zegt ze niet. Nee. Oh. Maar ik heb wel... Maar iedereen weet De Inbreker nog. Ja, De Inbreker was echt, ik ben nog nooit zo verwend
als door de inbreker, omdat ik weet nog dat we hier aan de overkant in de city gingen in première. En op donderdagmiddag ging ik vragen hoeveel mensen zitten er. Toen zei, en er was nog in de tijd dat er 1200 of 1400 stoelen in de city gingen, dus het was nog niet met zes zalen. En toen zei de man aan de portier, die zei 113. Ik zei, nou, dat is wel erg weinig voor een zaal met 12. Toen zei hij, 113 man, dat is 13 weken sowieso uitverkocht. En hij had uitgerekend al heel lang dat iedereen boven die 100, dat was een extra week. Dus als er 104 waren, liep hij 4 weken. Dat waren nog de tijden. En ik weet nog dat ik een keer werd gebeld en door Rob Dumay. En die zei, je moet nu naar City. Het hele Ajax-team staat daar in trainingspakken met Marinus Michels. Om zich op te laden voor de wedstrijd voor het Europa Cup die deze avond gespeeld werd. Nou, als de koningin er had gestaan, was ik minder trots geweest. Maar hoe dat was de inbreker voor mij. En ik heb was de samenwerking met Rijk de Gooier? Volgens mij schurkte hij zelf ook graag tegen de penose aan. Rijk was helaas dat hij veel intelligenter was dan hij zich regelmatig gedroeg. Maar dat was hij wel. Ik bedoel, het was iemand die af en toe echt wegdook. We hadden het net over nachtdieren en te weinig slapen enzovoort enzovoort. Rijk kon absoluut tekeer gaan. Ik weet nog wel dat hij soms op de set kwam. Dan kwam hij bij wijze van spreken uit de kring. En dan dacht ik, nou, die heeft dus eindelijk is hij vroeg naar bed gegaan. Maar dan moest er zoveel druppels in zijn ogen worden gespoten. Zodat je echt niet zag hoe moe hij eigenlijk was. Maar Rijk was... het gekke is, ik had geen... Ik bedoel, ik ben opgevoed met Johnny en Rijk. En Rijk was dan ook de straight man, de aangever. En Johnny was... En toen we het hadden over de casting voor de inbreker, toen had ik in mijn hoofd eigenlijk Charles Navour of Alain Delon. Ik bedoel, ik dacht groot. maar op een gegeven moment zei Rob Dumay, die zei, je moet eens naar Rijk de Gooier kijken. En toen dacht ik, Rijk de Gooier. Van mijn moeder had ik al gehoord dat die man niet deugde. Maar in ieder geval... En je dacht, die geinponen moet ik sowieso niet hebben? Ik drink weinig, dus als ik op de kring ben, zit ik ook met een kop koffie. En hij zat er altijd langzamerhand dronken te worden, mensen te beledigen. En toen op een avond zat ik bij de kring naar hem te kijken. En het krankzinnige was, ik dacht, die ogen, die spreken alles tegen wat er aan narigheid over hem verteld wordt. En toen dacht ik, ik wil hem een keer met hem praten. En het gekke is, het openingsshot was echt heel bewust dat ik dacht, ik moet beginnen met zijn ogen. Ja. Als je helemaal die ogen hebt gezien, dan... En ik had op de filmacademie in Italië geleerd, ooit van een film, van een leraar. Ik heb het idee dat ik heel snel moet praten, ik hou er zo van praten. Maar in ieder geval, die liet ons een film zien uit de stomme tijd, een western, waarin je een cowboy van het paard ziet stappen. En op weg naar de saloon trapt hij even een hond weg. En toen stopte hij de film en toen zei hij, let goed op, dit moment is essentieel voor het karakter. Want wat hij verder ook in de film doet, hij zal altijd de villain blijven, de boef, de slechterik. Want die hond wegtrappen. Dus het is een karakter. Dat is niet te vergeven. Ik bedoel, wat hij daarna ook nog aan menselijk leed berukt. Daarom geeft hij de goudvissen voer. En toen dacht ik moet meteen de mensen daar... Want Rijk had echt de reputatie van toch een beetje de naling. Die altijd, nee Johnny, nee, dat doen we niet. Dus altijd negatief. Altijd. En Johnny was de leuke. En dus ik dacht, ik moet Rijk meteen iets sympathieks geven. En toen kwam er inderdaad het idee van dat hij een visje voert. En dan, als hij de gouden vis had kunnen aaien, dan had hij dat gedaan. Maar... Ja, nee, maar het is wat ik heb, voor de rest van heb ik wel eens gezegd, toen hadden we ineens namelijk echt succes. Ik weet nog dat ik toch echt ijdel elke keer mijn lelijke eend langs City reed. En als ik dan weer in het weekend het bordje, want ik had bij het Gangstermeisje, had ik ontdekt dat de eerste 3 weken waren waanzinnig. Echt uitverkocht, vrijdag, zaterdag. En de vierde of de vijfde week kwam ik langs en ik toeterde weer en ik kwam niet eens meer uit de auto. En dan was degene achter de kassa die deed dan. En dan kon ik weer gelukkig verder. En de vierde of vijfde week, toet, toet. Niks. Is er wat op de televisie?
Want er moest altijd wel iets op de televisie. Als de film niet liep, dan was het de televisie. En ik zei, nee, dat is niks. In ieder geval niet chemisch bouwman of wat dan ook. Weet je. Dus het was de... ik ging met Jan Vrijman, die de film geproduceerde, naar Den Haag. En daar zagen we een zaal ongeveer die uitverkocht was, half leeglopen. Want er zaten voornamelijk gastarbeiders die wel het woordje gangster en girl begrepen. Maar het is absoluut verder niets van die hele film. Dus niet jouw doelgroep. Ook echt hun geld terug eisten. En dat was het gangstermeisje. Nu, bij de inbreken, dat uitverkocht, dat was echt... ik wist niet beter. Ja. En ik weet ook, het is een film die ik bijna in mijn eentje nooit ben gaan bekijken. Terwijl ik bij het gangstermeisje regelmatig in mijn eentje naar zat te kijken. Maar bij die film had ik dan... Want toen mocht er nog gerookt worden. Dus die zaal die hing blauw van de rook. En je zag ook mannen zo naar buiten komen met een vriendin. En uitleggen hoe zo'n nek wordt doorgesneden. En weet ik veel. Die hadden echt iets van, ik heb iets te vertellen. Ik weet hoe dat gaat. Nee, het is echt waar. Het was een fascinerende. Het is een waanzinnige film. Want daarna hebben we Naakt over de Schutting gemaakt. En heb Mele, Jette, Rooien zien. En toen gaf ik het op. Toen dacht ik, ik wil geen films meer maken over... Letterlijk over, over mensen waar ik nog geen 5 minuten naast in een café zou willen zitten. Oh, dat vind ik een goed criterium. Nou, dat is ongeveer het criterium. Ja, het enige eigenlijk. Ja. Hé, luister, die wallen van jou uit 1972, hè? Nu verstond ik even die bonnen. Die wallen. Van 1972. Dat die bonnen voor mij. Daar werd, zo te zien, alleen Heineken geschonken. Ja, nee, echt hoor. We zijn nu een beetje volgens mij verlost. Ik kijk steeds naar Hayek, want ik ken Hayek nog uit de film, uit zijn filmverleden. Maar inderdaad, er was niets ergens dat je de Caballero, Frans, wel Caballero echt zo leesbaar in de mond gestoken. Al die dingen van, en dan zat je in een goede scène en dan kwam de producent ineens op de set die je anders bij wijze van spreken nauwelijks zag. En die kwam zeggen, dat glas moet wel een beetje zo. En daar stond dan inderdaad een Heineken op. Nee, het is de prijs. Tegenwoordig zijn het de netmanagers die vertellen of je de film wel of niet mag. Mm-hmm. Maar toen was het nog echt het geld. Nog 2 vragen, Frans. Je hebt zelf op de wallen een jaar of 10 eerder... heb je ook meegewerkt aan een film van een Italiaanse regisseur. En daarbij heb je ook nog veel wildere avonturen beleefd dan toen met Rijk. Wat gebeurde er toen? Nou, het was fascinerend, want het was de ploeg waar Fellini La Dolce Vita mee had gedraaid. En ook de hele groep, de belichters en iedereen was overgevlogen uit Italië. Dus als daar om 4 uur 's middags werden al de grote lampen naar de daken gehesen. En als dan om 9:00, 10:00, we draaiden in de zomer, dan Siamo Pronti werd geroepen van Luce. En dan was het nog lichter dan bij daglicht. En dan was het dus midden in de nacht. En het was echt de hele... Alles was uitgelicht. Echt het raam moest je bij wijze van spreken... Ik weet niet hoe je het moest duidelijk maken... dat daar nog een vrouw met een lichtje zat. Want het was echt het... En want toen is de Utrechtse Appie, heette die... Die heeft dus de regisseur en de cameraman... met alles in het water gegooid. Het was even de hoogtij... Met de regisseur? De regisseur was, die werd meteen naar het ziekenhuis voor een tetanus, heet dat geloof ik. En ik mocht die scène verder afdraaien. Dat was mijn eerste echte officiële... Ik voelde me ook echt nog 1 stap verwijderd van Fellini. Maar, maar het was werkelijk een hoofdbeurt. Maar ik ging de meisjes betalen. Als we Marina Vladi en Magalino Wel, als die dan achter het raam moesten zitten... dan moesten we eerst dat raam moesten we uitkopen... Maar die meisjes waren al dolblij, want die konden gewoon naar... Want dat is, ik weet nog dat het grapje was van... Nou, als ik vanavond niet naar bed hoef, dan ga ik vroeg naar bed, weet je wel. Dus het was... En ze gingen naar Zandvoort en hoorden ze plannen maken van... Oh, lekker naar Zandvoort. En dan kregen ze, ik weet niet hoeveel... maar in ieder geval envelop met inhoud. Ja. En Utrechtse Appie, die had het helemaal met ons gehad, letterlijk. Want niemand durfde daarmee te lopen, gewoon van de normale klanten. Ja. Maar het was, ja... Nou, ja. Laatste vraag, Frans, helaas. Maar er is op 24 april nog, zijn er nog veel meer verhalen, denk ik.
Je wil geen films meer maken over mensen met wie je nog geen 5 minuten in het café wilt zitten. Maar je bent nu wel bezig aan een film over iemand met wie we allemaal heel graag in het café zouden zitten. Remco Kampert. Nou, in ieder geval, nee, ik ben van plan om een actiecomité op te richten als die film niet door zou gaan. Want het leven is verrukkelijk. En dat is een film die ik 50 jaar geleden voor het eerst heb willen maken. En toen met Remco het scenario heb zitten schrijven. En daar was toen is Paul Keizer ging failliet en Jan Vrijman had het geld niet. Dus toen hebben we, daar is het gangstermeisje uit ontstaan. Aha. Uit die samenwerking. En nu is het zover. En nu het script is klaar en ik. Wanneer ga je beginnen met draaien? Nou, dit jaar zit er niet in, dat is duidelijk. Want het moet een film in een. Toch, hè? Het boek is toch hopelijk, het leven is verrukkelijk. Vondelpark, een zonnige zomerse dag in de lente. En het is, het moet lukken, ik klop het af. Maar het is een film die ik absoluut. Waarom zou het niet lukken, Frans? Ben je nog geld aan het zoeken? Alles is op geld gebouwd. Ik bedoel, geld. En ja, ik heb. Maar goed. Dit wordt steeds zwakker en zwakker, dit gemummel. Nee, wij weten zeker dat die film er gaat komen. Nee, maar anders roep ik jullie echt allemaal op. Nee, Frans. En dat moet je snel doen, want misschien is Remco niet nee, dat is heel veel jaren nog onder ons. Ik wil nog één keer over die rode lopen en ik zei, nou, al moeten paarden hem trekken. We komen je thuis afhalen. En, nou, wij staan allemaal langs de kant te juichen. Frans, okay. Dankjewel. Ja. Frans Wijs. Mijn volgende gast is Lyle Muns. Lyle. Schenk een glaasje in als je wil. Ja, lekker. Oh, het is al ingeschonken. Ja, er is geloof ik niet van gedronken. Dus, Lyle, jij bent sekswerker. Ja, dat klopt. Ja. En medeoprichter of oprichter van een nieuwe vereniging voor sekswerkers, Proud. Ja, ik ben medeoprichter van Proud. Misschien kennen jullie. Wat wil Proud? Proud is een belangrijke vereniging voor sekswerkers. En we hebben twee grote pijlers. Enerzijds de positieverbetering van sekswerkers. Dat betekent dat in het maatschappelijk debat rond sekswerk heel veel gesproken is over de dames en heren van het beroep van plezier zelf. Maar vaak zonder hen zelf. Dus er zijn een hoop politieke besluiten op het niveau van de gemeente, op het niveau van de landelijke overheid gemaakt. Die soms indruisen tegen de belangen van sekswerkers. Wij zouden heel graag willen dat die sekswerkers zelf aan tafel kunnen zitten om mee beleid te tekenen en ervoor zorgen dat de belangen van die sekswerkers goed behartigd worden. Het lijkt alsof jouw wensen nu al in vervulling gaan, want het beleid van de gemeente verandert. De gemeente gaat toestaan dat sekswerkers zelf hun eigen bedrijf runnen en beheren in panden van de gemeente. Ja, is dat een goede ontwikkeling? Nou, het is niet helemaal de panden van de gemeente zelf. Op dit moment zijn die panden in beheer van een stichting, dat is Stadsgenoot. En de gemeente wil die graag verkopen aan een particuliere investeerder. Dus het zou uiteindelijk niet de panden van de gemeente zelf zijn. Wat wel waar is in dat verhaal, en dat vinden wij natuurlijk heel goed, is dat sekswerkers zelf dat bedrijf zouden gaan runnen. Dat betekent dat zij zelf de werkomstandigheden, zelf het werkdecor gaan bepalen. En dat, ja, dat is natuurlijk een kers op de taart van het emancipatieverhaal, zou ik maar zeggen. Omdat ze dan niet meer afhankelijk zijn van pooiers die en hun macht hebben. Nou, dat zou ik. Luister, ik zou niet willen zeggen dat in de huidige raamexploitanten altijd pooiers aan het spel komen. Ik denk dat heel veel van die dames daar gewoon vrijwillig werken, goede overeenkomsten hebben met hun exploitanten en daar op een nette manier zaken worden gedaan. Maar inderdaad, het klopt dat er nog altijd te veel pooiers in het spel zijn. Niet alleen bij de wallen, maar overal, ook op het internet en op andere domeinen. En we proberen dat via het zelfexploitatieinitiatief, het heet project Eigen Raam, zoveel mogelijk te vermijden. Eigen Raam eerst. Eigen Raam eerst. Ik vind de naam van de vereniging heel mooi en ook de manier waarop je dit uitdraagt. Toen Proud werd gelanceerd in Jap Jum stond je in alle kranten en de openhartigheid waarmee je vertelt over je beroep, want dat doe je naast je studie. Ja, absoluut. Ik studeer politicologie aan de UvA. Heel dicht bij Artes trouwens, dus ik heb altijd elke dag een uitzicht over de dierentuin. Ja. Die openhartigheid waarmee je vertelt is al een manier om de trots uit te dragen. Dit is gewoon een beroep, hier hoef je niet voor te schamen. Wordt dat ook in brede maatschappelijke kring erkend? Wordt het bijvoorbeeld als een beroep bij banken erkend? Kun je met je beroep van sekswerker een hypotheek krijgen? Nou, ik ben heel blij dat je de vraag naar boven brengt. We hadden afgelopen week een beetje ruzie met Triodos. We waren natuurlijk op zoek naar bankrekeningen, zakelijke bankrekeningen voor onze organisatie.
Ik ben lid van GroenLinks, ik geloof heel erg in duurzame initiatieven. Dus ik dacht, we moeten bij Triodos een bankrekening gaan aanvragen, want dat is een maatschappelijk betrokken bank. Die zullen ons wel niet weigeren, in tegenstelling tot andere spookverhalen van andere banken. Nou ja, vorige week kregen we dus een afwijzingsbrief waarin stond dat we iets met de porno-industrie te maken zouden hebben. Ik dacht van, nou, we zijn een niet-commerciële organisatie die opkomt voor de belangen van sekswerkers. Ik heb geen loose deals met een of ander porno-bedrijf of zo. Maar ze vonden het genoeg reden om ons af te wijzen, dus dat was heel vervelend. Voelde je beledigd? Ja, absoluut. Ik voelde, nou, weet je, mij maakt het niet zoveel uit, want ik weet dat wij wel een andere bank kunnen vinden. En we hebben een hoop herrie gemaakt en dat is ook wel leuk af en toe. Dus in die zin denk ik dat ze al een beetje spijt van hun besluit hebben. Ze hingen ook deze ochtend aan de telefoon, dus ik denk dat ze aan het kijken zijn hoe ze het toch een beetje goed kunnen maken. Maar wat ik wel erg vind is natuurlijk dat wij nu belangenvereniging zijn met vocale mensen, eloquente vertegenwoordigers, mensen die het verhaal kunnen vertellen. Maar dat er heel veel sekswerkers hier in Amsterdam of in Nederland zijn die dat verhaal niet zo kunnen brengen, dan zijn weigering van de bank krijgen, gewoon nergens anders terecht kunnen. Nou, en dat geldt voor banken, maar dat geldt ook voor verzekeringen, dat geldt ook voor hypotheken. Het is bijna onmogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te krijgen. Zakelijke bankrekening is tot de dag van vandaag een probleem. Ondanks dat de Nederlandse Vereniging van Banken zegt van nee, dat zou opgelost moeten zijn. Dus er zijn absoluut nog heel veel vormen van discriminatie waar Proud een zaak van aan maken is. Terwijl je denkt dat wij in Nederland daar toch heel modern en ontspannen mee omgaan. Maar als het erop aankomt, op zekerheidsvraagstukken, geven we niet thuis. Ja, zo modern gaan we daar blijkbaar niet meer om. Want je ziet dat heel veel sekswerkers dagelijks moeten worstelen met het stigma dat op het werk heerst. Het feit dat ze niet uit de kast kunnen komen, dat ze hun verhaal niet durven te vertellen. En mensen die hun nauw in het hart liggen omdat ze bang zijn voor de reacties. Maar ook dit soort zaken, dat het nog altijd discriminatie is. Sekswerkers als, of tenminste het bordeel bijvoorbeeld, is in 2002, als ik me niet vergis, opgeheven. Het is een legaal beroep hier in Nederland. We betalen belastingen, we dragen ons steentje bij in de samenleving. En nog steeds kan het niet gewoon als een of welk ander beroep geaccepteerd worden. Dus dat is wel heel vervelend. Dus jouw activiteit als Proud is eigenlijk niet zozeer op de beroepsgroep gericht, maar op de brede samenleving daarbuiten? Ja, dan komen we meteen mooi op de tweede pijler, dat kan ik net al vertellen. En dat is die imagoverbetering. Dat betekent dat we op willen komen voor de imago van sekswerkers. Het beeld dat het alleen maar slachtoffers zouden zijn van mensenhandel, van misbruik. Dat we dat een beetje willen tegengaan. Tenminste, willen vertellen dat sekswerken een ontzettend diverse groep mensen is. Waar je de meest ernstige misstanden hebt die wij ook erkennen en die we willen aanklagen. Maar ook mensen die gewoon hun werk willen doen op een normale manier. Zonder al te veel taboes of discriminatie of weet ik veel het allemaal. Laat ik jou dan een gewetensvraag stellen. Als je poen zat had om je studie te betalen, om de huur te betalen, zou je dan nog seks werken? Nee, ik denk het niet. Ik denk als ik morgen de lotto win, dat ik dan lekker een jaartje ga reizen en dat ik mijn werk even achterwege laat. Maar ik denk dat ik dat nog veel sneller zou hebben dan toen ik bij de supermarkt vakken vulde. Of nog veel sneller zou hebben dan ik in een of ander café, niet onder mijn voorwaarden, niet met mijn prijs of niet met mijn werkregels, uren zou moeten draaien die ik totaal niet leuk vind. Dus het is terecht de vraag die je stelt, maar het is geen indicatie van dat ik mijn werk niet zou leuk vinden. Want er zijn nog heel veel beroepen die ik veel minder graag zou willen doen dan dit. Sterker nog, ik heb in die Jumbo vakken gevuld. En vergelijkend, tenminste voor mij, dat is voor iedereen natuurlijk anders, maar voor mij is dit een veel leuker beroep. Waar ik veel meer onafhankelijkheid heb, veel meer zelfstandig ben. En dat doe ik graag. Vraag die ik altijd aan iemand heb willen stellen. Ja. Eindelijk heb ik de kans. Waarom staan er geen mannen achter ramen? Ik zou niet weten, ik krijg de vraag heel vaak sinds dat ik woordvoerder voor Proud ben en ik ben zelf man. Ik denk dat het historisch zo gegroeid is. Ik zou niet weten wat anders een verklaring daarvoor kan zijn. In de tijd dat de wallen ontstonden, sommige ramen gaan terug tot eeuwenlang in de Amsterdamse geschiedenis, was homoseksualiteit natuurlijk niet zo geaccepteerd. Een vrouwenseksualiteit, dat lag ook een beetje moeilijk, want vrouwen die waren toch alleen maar om te ontvangen en vooral de man te dienen en niet om zelf seksuele behoeften te hebben. Dus misschien in die ontstaansgeschiedenis dat het ergens ligt. Maar ik heb wel goed nieuws voor de jongens die dat graag willen doen. In het project Eigen Raam gaan we er ook werk van maken om ook mannen achter de raam te krijgen. Of in ieder geval, we staan meer dan open daarvoor. Ga je dat ook doen? Als jongens aan de slag willen, zijn ze welkom. Ik niet. Ik vind escortwerk heel leuk. Want waar ga je naartoe als je wordt gevraagd? Iemand thuis? Of hotel? Of een hotel ga je naartoe. En escortwerk, dan heb je meestal ook meer tijd voor je klant. Je bouwt ook meer een band op, je leert hem wat beter kennen. Dat is net iets anders dan achter de ramen, waar het toch iets meer korter is en iets meer gericht is op echte seksuele daad. Dus ik vind het leuk wat ik doe, maar ik vind dat jongens even goed het recht hebben en de mogelijkheid zouden moeten hebben om achter de ramen te werken. Dat vind ik nou ook. Ja. Laatste vraag, Lyle. Wanneer jij wordt alvast de klant of... Tuurlijk, ik kom graag naar je toe. Oh nee,
Dat is weer niet goed. Nou ja. Daar gaan we het later over hebben. Wanneer is het werk van Proud voor jou geslaagd? Wanneer kun je ermee ophouden? Wat moet er gebeuren? Wil je zeggen, we hebben ons doel bereikt? Ja, jeetje, ik denk dat dat nog een hele lange tijd gaat duren voordat ik ooit kan zeggen van nu kan ik er mee ophouden. Ik denk, als sekswerk in Nederland niet alleen maar een gelegaliseerd beroep, maar werkelijk waar er nog een genormaliseerd beroep zou zijn, dat we de tools in handen hebben om de misstanden te bestrijden en de mogelijkheden creëren voor mensen die hun werk graag doen, om dat op een normale manier te kunnen doen, om er ook naar de buitenwereld over te kunnen praten, alsof het een en welk ander beroep zou zijn, dan denk ik dat ik kan zeggen dat ik mijn doel bereikt heb. En je bent nu 21? Ik ben nu 21 jaar, ik heb nog even de tijd. Ik wens je veel sterkte met dit ongetwijfeld langdurige proces en ik bewonder je inzet ervoor. Nou, dankjewel. Dankjewel, Lyle Muntz. Jammer, het is al bijna voorbij. Joop de Boer van Pop-Up City. Hij is hier samen met zijn collega Jeroen Beekmans. Joop zal presenteren. Vertel het verhaal. Oké, wil je losse microfoon of de katheder? Ik ga even staan. Okay. Ik denk dat het makkelijk is als dit zo hoorbaar is. Ik denk het wel. Even een intro. Ik begin even bij deze dia. Dit is hier vlakbij. Maar dan een jaar of 50 geleden, het Leidseplein. In het midden van de nacht. En je ziet eigenlijk al hoe... Joop, vertel eerst even wat Pop-Up City is. Dat wou ik later doen. Maar okay. Het komt zo wel aan bod, dus dan introduceer ik mezelf dan ook even, als dat kan. Ik begin even kort hier, want er is al heel veel over licht gesproken. Het is eigenlijk grappig, als je een avond of de nacht organiseert, gaat het heel veel over licht. En dan wou ik nog een schepje bovenop doen, misschien vanuit een ander perspectief. Ja, ik hou er eigenlijk wel van die nachtelijke verlichting. Het is voor mij ook een beetje... Ik ben ooit toen ik in de jaren 80 jong was, een keer hier in Amsterdam geweest. Ik kom uit Groningen, ik woonde toen in Drenthe. En ik vond het machtig interessant, dat damrak. Weet je, dat je dan zo al het licht zag. En dat gaf mij het gevoel, vandaag gebeurde het tenminste wel. En wat je hier ook ziet, en dit is toch een gevoel van, wauw, dat is een stad. Misschien wel meer dan dat het er nu uitziet. En ik denk als je dit allemaal wegdenkt, al deze verlichting, dat je dan een beetje het centrum van Deventer of zo overhoudt qua beeld. He, dat doet wel iets met licht. En ik ben het ook helemaal met de vorige sprekers eens over licht. Het is ook helemaal niet de bedoeling dat je overal licht hebt. En in Drenthe moet het ook vooral donker blijven. Maar op die paar stedelijke centra in de wereld, weet je, waar je ook wilt laten zien wat er... Wat je in huis hebt, waar je de kans hebt, ja, dan moet je volgens mij ook uitpakken. En lichtreclame kan heel mooi zijn. En het beeld, het licht is eigenlijk de enige manier waarop je 's nachts visueel kunt communiceren. Waarop je de stad kunt maken, zeg maar. We hebben een keer samen, Jeroen werd ook al even voorgesteld, een tripje naar Berlijn gemaakt. Om daar eigenlijk via de lichtbak te onderzoeken van waar nou al gentrification plaatsvond. Dus gentrification, eigenlijk het opkomens, het principe dat wijken langzaam opkomen. Wij zijn door Friedrichshain en Neukölln gelopen. Ik denk dat wij ook de grootste particuliere collectie hebben aan lichtbakfoto's in Neukölln en Friedrichshain. En we hebben gekeken wat zijn eigenlijk wat is de staat, hoe zien die lichtbakken eruit. En hieraan zie je eigenlijk heel duidelijk dat het zelfontworpen creatieve lichtbakjes zijn van nieuwe winkeltjes, van nieuwe zaakjes. En we dachten eigenlijk van, dat is eigenlijk de beste indicator misschien wel. Als je over straat loopt om te zien van... Wat gebeurt er nu? Ja, die lichtbak, dat is een uiting van de winkelier zelf. Dat is een uiting van degene die iets wil laten zien in het openbaar domein. Met licht, of met dit soort signalen, kun je de stad ontwerpen. En dat is eigenlijk ook niet een manier waarop de overheid dat doet, maar waarop de particulier dat zelf kan doen. Die kan dat niet op zo heel veel manieren, maar aan zijn gevel net een heel klein stukje wel. En als je het is ook een enorme manier, interessante manier van navigeren door de stad. Ik weet niet, iedereen loopt wel eens door een... Door een stadje, weet je, Duitsland, Frankrijk, waar dan ook. En dat je kom je op een gegeven moment op een T, je zoekt nog iets, weet je, laat. En dan kom je op een T-splitsing of op een andere splitsing. En dan aan de linkerkant zie je niet meteen iets. Aan de rechterkant zie je in de verte nog wel wat lichtbakken. En dan denk je, daar lopen we heen. En bijna iedereen doet dat. Als je in een groepje bent, moet je maar eens opletten. En je neemt zelf niet het initiatief om een beslissing te nemen. Gaat men altijd die kant op waar wat meer licht is. Afgelopen winter was ik een winter geleden,
was ik met mijn vriendin in Charleville de Mézières. Dat ligt in de Franse Ardennen. Dat is echt een heel donker gebied. U zou het daar absoluut waarderen. Echt pikken donker. Om 6 uur 's nachts al in de winter. Ja, was voor mij best wel even ingewikkeld. Nee, ik bedoel van, we hebben daar ook gewandeld. En op een gegeven moment echt gewoon opletten dat je op tijd thuis bent. Anders dan kun je zo verdwalen zelfs daar. Maar we zouden nog even wat gaan eten in Charleville de Mézières. Dat is een dubbelstad. Charleville de Mézières, een soort hoogezand Sappemeer van Frankrijk. En op een gegeven moment daar ook zoeken en we konden echt helemaal niets vinden. Het was een saaie stad. Helemaal niets vinden om nog wat te eten. En op een gegeven moment een paar straten geprobeerd. En dan kijk ik nog weer naar een straat en ook weer een lichtbak. Apotheek. In Frankrijk, Italië, Spanje hangt het er vol mee. Met lichtbakken van apotheken. En dat vind ik dan weer, jammer. Want ik vind een lichtbak is ook een belofte. Een lichtbak is ook de belofte van de nacht dat er misschien nog iets te doen is. Dat er wat gaande is. En dat is niet zo saai als een apotheek. En ik vind dus ook dat als je moet een lichtbak waarmaken. En dan moet er ook een functie zijn. Een lichtbak hoort bij een café. En wat dat betreft was het beeld net in die film heel mooi. Hè? Met al die Heineken lichtbakken. Ja, dat zo is wel als je de Zeedijk ziet. Kort over mijzelf, Tracy. Ik ben van Pop-Up City. Nou, wij zijn een blog, wij zijn met z'n tweeën over de stad. Wij bloggen dagelijks over alle dingen die wij inspirerend vinden aan steden in de hele wereld. Dus wat er dan ook aan kleine initiatieven van mensen, ideeën, concepten, van mensen, bedrijven, overheden. Wie dat dan ook doet, maakt ons niet zoveel uit. Maar als we zeggen, dat gaat op een bepaalde manier, op een nieuwe manier in op hoe de stad is, dan schrijven we daar een stukje over. Nou, we hebben inmiddels 1800 stukken, heel veel lezers, het zijn allemaal internationaal, we schrijven in het Engels. Boeken uitgegeven, de Atelier Tracy mee op, is niet te koop vanavond. Dus over onze blog een boek geschreven, we komen ook steeds vaker dan offline, zeg maar. Dus we zijn niet alleen online actief. En daar is zo'n boek een exponent van. Ik ben gevraagd om vandaag een aantal dingetjes te vertellen die we op de blog zo gevonden hebben over wat er allemaal met de nacht gebeurt. Een paar dingetjes uit Amsterdam, een paar dingetjes uit de rest van de wereld die wij leuk vinden. En die ook een beetje gaan over de 24-uurseconomie, want dat thema is nog niet zo heel erg uitgebreid aan bod gekomen. Het is misschien leuk om mee te beginnen. Dit is gewoon in Amsterdam, de zingende taxichauffeur, de discotaxi. En wat ik hier leuk aan vind, is dit is gewoon een privé-initiatief. Die man die heeft een taxi, die is taxichauffeur. En ik ben zijn naam kwijt, Malone heette die, geloof ik. Ik heb vanmiddag nog opgezocht, maar toch alweer vergeten. En hij wil mensen vermaken in die tussentijd dat ze van de ene club naar de andere gaan. Dat is vaak ook een beetje een spelbreker op een uitgaansavond. En hij probeert mensen echt te entertainen. Dus hij zingt erbij, hij praat de plaatjes aan elkaar, hij heeft een enorme muziekcollectie. Nou, dit soort dingen vinden wij leuk om over te schrijven. Hij is geïnterviewd bij ons op de blog en hij vertelde ook van op een gegeven moment een man en een vrouw die bij elkaar in die taxi terechtkwamen bij hem en elkaar ontmoet hebben. Na jaren nog bij elkaar waren, 3 kinderen gekregen hebben en hem gevraagd hebben of hij op hun bruiloft dan ook kwam zingen. Leuk, hè? Ja. Onlangs in Amsterdam een projectje van Converse, iets heel anders, een merk. Die hebben gezegd, wij gaan een aantal taxis, dit zijn omgebouwde Fiat Panda's, kleine autootjes door de stad laten rijden die mensen als taxi oppikken. Met als dat verschil dat je niet aan de taxichauffeur zegt waar je afgezet wil worden, maar dat de taxichauffeur dat voor jou bepaalt. Dat is een hele leuke nieuwe manier van navigeren door de stad. Want je wordt zo gewoon ergens afgezet. Klein kritiekpuntje misschien vanuit mij op dat project is dat ze heel vaak naar de bekende clubs gingen. Daarna uiteindelijk naar Paradiso of Melkweg. Of de plekken waar je al afgezet kunt worden. Het was misschien leuk geweest als je dan weet je naar een bingo in een ouderen of in een bejaardenhuis. Of naar een naar de bedrijfskantine van het Over het IJs ziekenhuis of zo brengen. Van plekken waar je echt niet komt, anders, s'nachts. Of naar een apotheek. Dit is ook, nog eventjes om te laten zien dat Amsterdam zo langzamerhand, want Tracy, we hadden het er laatst even over, van gebeurt er al wat op 24 uur, het 24/7 gebied in Amsterdam. Ik heb eens even gezocht, bij ons op de blog, van zijn er al wat initiatieven, en dit kwam ik tegen, een 24/7 dry cleaners, dus dat is echt voor die mensen die aan de Overtoom, Bubble en Stitch, echt voor die mensen die zo'n soort leven hebben. Weet je, s'nachts, of dat je om 4 uur moet vliegen en om 3 uur je pak nog van de stomerij moet halen. Dat echte gevoel. Dus dat komt schoorvoetend, komt dat in Amsterdam een beetje naar boven. Er is een ander initiatief op de NDSM-werf.
mooie naam, 24 Flower. Eigenlijk een 24 uurs bloemist. Dus hier kun je 24 uur per dag je bloemetje halen. En dat werkt eigenlijk met een automatiek. Dus je hebt daar, je kunt daar ja, 24 uur per dag gewoon ja, een bloemetje halen. Ja, ik zit wel eens te denken, wie doet dat? Zeg maar? Waarom heb je dan 's nachts nog een bloemetje nodig? Maar wat wel, ja, het is eigenlijk heel slim voor deze, want als je bloemen hebt, je dag vers. Hè? Dus na 6 uur sluit je gewoon je tent en dan heb je bloemen over. Ja, je doet er een paar in die trekmuur. Ze zijn €12,50, €15 of €17,50 per stuk. Ja, dat is toch een aardig, hè? Als, stel je verkoopt 3 bosjes elke dag van alle bloemen die je over hebt. Dat is toch een aardig zakcentje, als ik maar zo te denken. Dus, op de NSM-berg, dus ja, dat is ook steeds meer bedrijvigheid natuurlijk. In andere steden komt dat wat meer voor, dat 24 uur ideaal. Dit is eigenlijk een 24 uur werkclub, de Night Owls, de nachtuilen. En dat zie je in... in New York hebben die dat opgezet, in Stockholm bijvoorbeeld. In Stockholm is ook een plek, een venue, een club die zeg maar dat faciliteert. Dus die hebben daar ruimte voor ingericht voor die mensen die eigenlijk ja, 24 uur per dag daar willen kunnen komen werken. Deze zijn zeg maar verenigd in een verband, die gaan er samen zitten. En die redeneren eigenlijk vanuit het principe, ja, je bent steeds mobieler met je werk. Hè, dus je hebt die technologie voorhanden om... niet aan plaats gebonden te zijn en niet aan tijd gebonden te zijn met je werk. Mensen voelen zich ook minder aan tijd gebonden, die zijn misschien nachtmensen. En omdat de mogelijkheid er is, kun je dit soort beslissingen nemen om dat te doen. En nou ja, je ziet dat nog niet heel veel opkomen. Maar dit zijn dingen die interessant zijn, dat ze gebeuren. Maar er zijn natuurlijk geen trends die enorm hard doorzetten. Er wordt wel een beetje op ingespeeld. Dit is bijvoorbeeld een bedrijfje uit Chicago, Farmers Fridge. Die leveren vending machines, dus ook automatieken, met verse salades. Eigenlijk dus dag en nacht moet je vers kunnen eten. Dus dat is eigenlijk een beetje als tegenwicht tegen ja, dat je vending machines alleen maar hebt met Snickers en Coca-Cola erin. En dus eigenlijk een beetje voor die groep die 's nachts ook gezond wil leven. Dus die een nachtleven heeft, maar wel daar een beetje op een gezonde manier mee om wil gaan. En dit is een wasserette in Barcelona die eigenlijk heel leuk op een leuke manier speelt met zijn nachtfunctie. Die is eigenlijk ingericht een beetje alsof het een nachtclub is. Ja, dus heeft de styling van een nachtclub terwijl het gewoon een wasserette is. Maar eigenlijk vooral dit vorige plaatje, hè, dat er ingespeeld wordt op het gezondere van de nacht. En deze styling die de nacht een beetje krijgt. Zien we een beetje een trend dat de nacht wat opgeschoond wordt. Er is een andere groep die de nacht ook gaat ontdekken. Dus dat is niet alleen maar meer voor de, weet je, nou ja, voor de taxichauffeurs en de portiers en de uitsmijters en de mensen die de nacht bevolken, de schoonmakers. Het zijn nieuwe groepen die nacht willen gaan bevolken. Ook in het toeristische heel veel. En de gemeentes die anticiperen daarop. Dit is een project uit San Pauli in Hamburg. Ja, die zeggen eigenlijk, hier niet plassen, wij plassen terug. En dat is eigenlijk een soort technische installatie die ervoor zorgt dat als je tegen de muur plast, dat je dat zelf uiteindelijk terug ontvangt. Er moet ook een bepaalde preventieve werking van uitgaan. Voor dit soort dingen schrijven we op onze blog. Dus ook als je als stad iets leuks doet, dan kom je bij ons, word je in het zonnetje gezet. Maar hierdoor kwam ik eigenlijk op de gedachte, toen ik gevraagd werd om hier iets te zeggen, dat er met de nacht misschien wel iets aan de hand is, hetzelfde als er met heel veel slechtere stadsbuurten aan de hand is, namelijk een soort proces van gentrification. Het opwaarderingsproces van een wijk, dat er andere groepen komen, eerst de kunstenaars, dan kleine winkeltjes en uiteindelijk steeds minder mensen daar gaan wonen, steeds andere mensen daar gaan wonen, de prijzen wat omhoog gaan en dat trekt dan weer andere groepen aan. Hè. U kent dat proces waarschijnlijk, dat zie je in veel Amsterdamse wijken op het moment zich afspelen. Dus eigenlijk met de nacht ook een beetje in een beginnend proces. En het beste voorbeeld daarvan is eigenlijk wel taxidienst Uber. Dit is natuurlijk geen taxichauffeur, deze man. Een taxichauffeur ziet er anders uit. Weet je, die heeft een leren jackie en een gouden schakelketting. En dit is een consultant. Dat zie je zo. Maar het is wel exemplarisch voor de verandering van de nacht dat dit soort mensen nu ook
dat beroep gaan krijgen. Uber is eigenlijk als nieuwe partij actief in de stad. En dat zie je eigenlijk op, dat zie je met die salade-vendingmachines ook. In plaats van de Febo, daar het alleen recht op de vette hap, zie je daar salades terechtkomen. In São Paulo zie je een sterk beleid om daar, nou ja, São Paulo ligt er bij de Repenbaan, is ook de hoerenbuurt, om daar opschoningsactie te doen. Om eigenlijk die rauwe vibe van de nacht, van zo'n hoerenbuurt, daar weg te halen. Nou, dat zie je in Amsterdam natuurlijk voor een deel ook. Eigenlijk zie je daar vrij veel voorbeelden van. De wasseretten ook, weet je, gestuilde wasserettes in plaats van rauwe wasserettes waar tien moeders moeten proberen om de was nog te doen, omdat ze dat niet kunnen in een ingewikkelde bovenwoning. Zo zie je allemaal van dat soort voorbeelden dat de nacht eigenlijk langzaam gentrificeert. Daarom heb ik mijn presentatie ook de gentrification of the night genoemd. 24 Flowers, liet ik net zien, is eigenlijk een bedreiging. Zoals de Uber nu in concurrentie ligt met de reguliere taxichauffeur, zie je dat 24 Flowers de bedreiging vormt voor de, nou ja, ons bekende Pakistani die 's nachts een roos komt verkopen. Een grappig proces vind ik, dat nieuwe groepen geïnteresseerd raken in de nacht. De nacht eigenlijk het laatste ontdekte domein van de stad, waar heel veel dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen, waar we langzaam allemaal in geïnteresseerd raken. Ja, dat we hier met z'n allen zitten, draagt daar natuurlijk ook toe bij. Ja, en dan nog even om terug te keren op die lichtreclame en dit fenomeen. Het Damrak moet natuurlijk ook opgeschoond worden van al zijn lichtreclame. U ziet hoe fenomenaal dat er ooit uitzag. Echt overweldigend. Nou ja, ook dat is onderdeel van de Damrak geschikt maken, die nacht geschikt maken voor de andere groepen, voor de nieuwe groepen, die de stad steeds meer tot zijn eigendom maakt. En een grappig slot daarbij is denk ik dat je ziet dat die lichtbakken, dat ik niet de enige ben die dat heel interessant vindt. In Frankfurt, daar heb ik ook eens een keer over geschreven, heb je een man en die heeft zijn beroep gemaakt van het verhandelen van tweedehands lichtletters. En die kun je, die gebruiken mensen nou gewoon voor hun interieur. Dus eigenlijk intuïtief vinden we het allemaal wel heel erg interessant. Maar ze moeten de stad uit, de lichtbakken, ja, ik treur daar toch ook wel een beetje om. Maar ik begrijp uw argumenten ook wel. Dank u wel. Prachtige, inspirerende presentatie. Dat inspireert mij tot een paar gedachten om de avond mee af te sluiten. Ik heb een heleboel geleerd vanavond. Ik heb allemaal nieuwe dingen gehoord. De tuttige chimps altijd netjes op tijd naar bed gaan. Dat de giraf power naps neemt. Dat 64% van de dieren nachtdieren zijn. Dat wist ik allemaal niet. Maar ik heb ook een paar dingen gehoord die je echt tot de zingende taxichauffeur, ook helemaal nieuw. De bloemen in een automatiek. Ik heb zelf laatst een foto in Barcelona genomen van een 24 uur souvenirwinkel. Ik dacht, wie heeft nou midden in de nacht een souvenir nog nodig? Misschien was het gewoon een dekmantel voor onbespreekbare praktijk, hoor. Dat sluit ik niet uit. Maar er zijn een paar dingen die me echt aan het denken hebben gezet over vanavond. Dat hele idee van veiligheid. Enerzijds zijn we minder veilig door verlichting. Ons slaap wordt bedreigd, onze gezondheid, ons 24-uursritme. Anderzijds zijn we juist veiliger omdat de verlichting ons beschermt tegen misdaad. In de voorbereiding voor deze avond en ook voor mijn artikel voor het Parool heb ik een rapport ontdekt van de Campbell Collaboration. Dat is een netwerk uit Amerika. Nee, de waarheid zij gezegd, Max Niekes heeft dat rapport ontdekt. Dankjewel Max, ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt. Waaruit bleek dat verlichting in een buurt niet zozeer belangrijk is vanwege het voorkomen van de misdaad, maar omdat als een buurt goed verlicht is, worden mensen trots op hun buurt, worden ze betrokken. En de sociale controle die uitgaat juist van die verlichting eigenlijk veel belangrijker is dan het surveilleren door de politie. Dus de verschillende betekenissen die licht voor ons kunnen hebben, enerzijds veiliger, anderzijds een wellicht een bedreiging voor onze gezondheid, dat zal me wel echt bijblijven. En ik vraag me af aan het einde van deze bijzondere avond over After Dark, moeten we nou treuren om de nacht? Want ik hoor ook dat de nacht gegentrified wordt, verbraafd. Ik hoor dat de nacht wordt verdreven door een overdaad aan verlichting.
Tegelijkertijd hoor ik dat er allerlei redenen zijn om de nacht te vieren. Bijvoorbeeld Lyle die zo onvervroren een enorm taboe van vroeger, van eeuwen, voor het voetlicht brengt. Zoals Frans Weiss zo verrukt vertelt over het leven op de wallen en wat een film als De Inbreker hem allemaal heeft gebracht. Dus we treuren om de nacht en we vieren hem tegelijkertijd. Volgende maand, 28 april, zijn we weer hier. Dan gaat het over Show Me the Money. Een van onze gasten zal zijn de wethouder van Financiën, Udo Kok. Hij is hier. Mag ik zeggen dat je er bent, Udo? Hij is hier. Zei dat hij vanavond alvast moest komen oefenen. Wil je nog steeds komen? Het moet wel een beetje entertaining zijn, hoor. Ja, ja, dat is waar, hè? Vanuit je portefeuille. Oké. Vanavond hebben we nog, dankzij de vrijwilligers van Artis, twee rondleidingen voor mensen die zich al hadden ingeschreven. Stipt 11:15 voor de hoofdingang van Artis je melden. En volgende maand hebben we ook een rondleiding, maar dan voorafgaand aan stadsleven. Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum, die gaat mensen rondleiden langs plekken in Amsterdam waar financiële instellingen een stempel op de stad hebben gedrukt. Ik wil jullie bedanken voor je komst. Ik hoop dat je het leuk hebt gehad. En we zien elkaar gauw weer. Dag, dag.